Is this a fatal attraction or something brand new? I got a strange emotion. Do you feel it too? Tell me what's on your mind. We zijn weer terug met een nieuwe livestream hier op YouTube. Dus ik ga jullie allemaal nu al welkom heten in deze stream. En heb je er nu zin in? Ram er natuurlijk uit, dat blijf je straks super gaaf vinden. Vergeet niet te abonneren om op de hoogte te blijven van alle nieuwe uploads. En we gaan vandaag live met de nieuwe Skulls and Bones piratengame van Ubisoft. Nu heeft Ubisoft deze stream ook gesponsord. Dus wil je meer informatie over de game, check dan even de link in de beschrijving. Of check de link boven in de chat, dan word je namelijk doorverwezen. En dan kan je alles over de game zien. Maar we gaan vandaag spelen samen met Raymond en samen met Liam. En we gaan kijken hoeveel andere schepen we kunnen vernietigen. En hoeveel schatkisten wij kunnen meenemen. Dus, dankjewel allemaal voor het intunen, dankjewel allemaal voor de support. En ik ga eventjes jullie chat erbij halen, want ik heb de chat namelijk niet opengezet. Op zich ook niet heel slim. Maar nu heb ik jullie in beeld hoor. Ja, 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 daar zijn jullie. Welkom, welkom, welkom. Deze game is al jaren, maar ook echt jaren in de maak. Maar je kan hem nu eindelijk gaan spelen in Early Access. Over een paar dagen komt hij ook gewoon normaal uit. En ik heb er oprecht heel veel zin in. Het gaat pure chaos worden. En we gaan het vanzelf meemaken. Zo simpel is het. Dus, wie is er allemaal bij de stream? Bij Jasper is erbij. Ebert is erbij. Jozef is erbij. Joran is erbij. Ebert had ik opgelezen. Nu ben je er twee keer bij, bro. Stefan is erbij. Drevin is erbij. En die zegt, wie viert er nou Valentijnsdag als je ook Piraat Jan kan kijken? Arrr, dankjewel voor je support. Ik klink wel als een goede piraat, hè? Of niet dan? Ik heb erop geoefend. Marcus, welkom bij de stream. Honare, welkom bij de stream. Devin, welkom bij de stream. G. Jonas, welkom bij de stream. Mimbas, welkom bij de stream. Playpro BE, welkom bij de stream. Jordi YouTube, welkom bij de stream. Luca, welkom bij de stream. Amauri, welkom bij de stream. Keanu Vlogs, welkom bij de stream. Daan Boer, welkom bij de stream. Lorenzo, welkom bij de stream. It's Lucky, welkom bij de stream. Justin, welkom bij de stream. Hufstuff, welkom bij de stream. Jeff V, welkom bij de stream. Attack on Titan, welkom bij de stream. Keanu, welkom bij de stream. Big Center, welkom bij de stream. Vies Lindberg, welkom bij de stream. Laser Gaming, welkom bij de stream. Gilles, welkom, welkom, welkom bij de stream. Als je er zin in hebt, vergeet het natuurlijk niet even te gaan plassen. Wat drinken te pakken, wat eten te pakken. Fullscreen aan te zetten, chat op beeld. En dan kan je lekker gaan genieten, zo simpel is het. We gaan een paar uurtjes live. En we gaan ook samen de game ontdekken. Want ik heb wel wat dingen van de game gezien. Maar ik heb zelf nog niet gespeeld. Liam heeft zelf ook nog niet gespeeld. Raymond heeft zelf ook nog niet gespeeld. Dus we gaan gewoon met z'n allen de game ontdekken. En als iemand tips heeft, mag je altijd achterlaten in de reacties natuurlijk. En als je dat niet weet, dan gaan we het gewoon met z'n allen zien. En met z'n allen ontdekken. Want dat is namelijk het allerleukste aan nieuwe games. Dat we dat samen kunnen doen. En weet je, als je alleen bent met Valentijnsdag, dan zorgen we ook gewoon voor een beetje afleiding en voor een beetje entertainment. Dus dat is altijd mooi natuurlijk. Marcus zegt in de chat, ben nu weer al je Black Ops 3 video's aan het kijken. Wat een tijd was dat zo. Ja, dat waren mooie tijden bro. Dat waren mooie tijden. Hoe gaat het met jou Jan? Met mij gaat die lekker Gilles. Hoe gaat het met iedereen in de chat? Ik hoop ook dat het met jullie allemaal lekker gaat. En Rick, welkom nog bij de stream. Thomas die zegt, de vaatwassers doen en Jaraski kijken is een perfecte combinatie. Hey. Succes met het in- en uitruimen van de vaatwasser. Yo, Stanley ook welkom bij de stream. Kian die zegt dat hij er zin in heeft. En op zich gaan we ook gewoon meteen starten. We kunnen wachten, we kunnen gaan treuzelen. Maar nee, we gaan gewoon meteen overschakelen naar de game. En we gaan dus ook meteen beginnen. Wil je nu meer informatie over de game? Vergeet dan niet de link uit te checken. Dan word je gewoon doorverwezen. Kan je alles even op je gemakje checken. En ik wil natuurlijk ook Ubisoft heel erg bedanken voor het sponsoren van deze complete stream. Dus thank you very much. Maar we gaan beginnen. Marco zegt in de chat, is het uit met je vriendin? Nee, mijn vriendin die zit beneden, want ik heb haar Lego als Valentijns cadeau gegeven. Dus die is rustig de Lego in elkaar aan het zetten. Dat is tactiek, hè, jongens. Ik wist dat ik ging streamen. Dus ik dacht, weet je, ik geef de Lego. Dan kan zij Lego maken, kan ik streamen. En dan aan het einde van de avond zijn we beide klaar. En kunnen we nog even Lang Leven de Liefde kijken. Of met de honden naar buiten, want dat heb ik nog helemaal. Ja, ik heb er wel een TikTokje over geüpload. Maar we hebben
een nieuwe hond erbij. Een puppy, Evie, een corgi. Dus ja, we hebben het best wel druk daar ook mee. En dan moet je heel veel dingen mee rekening houden. Helemaal opvoeden. Dus het is wel een beetje chaos. Maar we komen er wel doorheen. En zometeen hebben we hopelijk een goed opgevoede puppy. Maar ze is wel eigenwijs, net zoals Zoe is. En Zoe die ligt nu op de slaapkamer. Mijn vriendin en Evie zitten beneden. Weet je, helemaal perfect. En zo gaan wij de avond doorbrengen. Ik ga ook de rest even unmuten, dus... Goedenavond. Zo, ik wou goedemorgen zetten. Goedenavond. Zijn jullie er klaar voor, medepiraten? Wij gaan roken, zo. Ja! Hey, Raymond, waar is jouw piratenstem? Ja, die is er niet. Ja! Nee, kom ja. op. Ben nog een broekie, hè, in dat... Ik ga even opnieuw joinen, ja? Ik ga even opnieuw joinen. Ja. Dan heb je er een. Oké, wacht, geef een momentje. Ja, we kunnen niet, we moeten onze piratenstemmen horen. Dus ik geef Raymond heel veel de tijd om even een piratenstem te verzinnen. Jordi, ook welkom bij de stream, jongen. Welkom. Oké. Ik denk dat Raymond er wel heeft. Niet zo. Arr, medepiraten. Zijn jullie er klaar voor? Jongens! Wat doen jullie nou? Nog een keertje. Ja, nee, ik ga het niet nog een keer doen, hoor. Oké, ik doe hem nog wel een keertje voor jou, Liam. Dit gaat echt... Bro, ik heb morgen geen stem meer, hè, hoor. Oké. Het zelf. Ja, maar jullie moeten ook. We zijn piraten, jongens. Oké, nog een keer. Arr, zijn jullie er klaar voor? Ai, ai, kapitein. Ik hoor je niet. Ai, ai, kapitein. Zo. Oh, ja, ik ga beginnen. ik heb het nu al warm, jongen. Oh, dit kan echt niet. Nou, Liam en Raymond zijn er ook bij, chat. Even dat jullie het weten. Oi. Ja, we gaan meteen de game starten. We zijn letterlijk helemaal aan het begin van de game. We hebben net ons character gecreëerd. En ja, zoals ik al zei, we gaan het met z'n allen samen ontdekken. Dus ja. Kom erop. Zo. Of mijn game staat iets harder. Ewa Swaggers, Ewa Ryan. Ben je nog levend, jongen? Dat is Pirata Zakui. Ja, Jordi alweer staan op die steen. Oh. Ik ben eruit gegooid. Nice. Ja, Jordi is de echte piraat. Zitten jullie in de party, jongens, onderin? Ja. Okay. Ik weet het niet. Denk het niet. Ik zit nog in dat, Ja, maar links onderin bedoel ik. Links onderin. Oh, ja, daar zit ik in. Oké, nice. Mogen we je puppy zien? Ik denk dat de puppy op dit moment aan het slapen is, maar jullie mogen hem wel een keer zien, hoor. Oh, Rij zegt in de chat, ik leef zeker nog. Oké, goed zo. Gelukkig. Piet piraat. Schip, ahoy, hoi. Ik heb wel zin om even wat mensen kapot te schieten. Wow. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Ook een nou een trofee. Oh, go. Ik ben er, hoor. Hey, Liam, je bent naast me, bro. Waar ben je? Hier. Liam. Er zijn hier allemaal haaien. Liam. Ik kom naar jullie toe, ja? Ja, we beginnen echt op een heel klein schipje. Oh, gaat nog goed. Oh, nee, die haai. Oh. Kijk uit, daar zit hij nou achter mij aan of van jou? Weet je, ik ben hier weg. We moeten hier deze kant op, Liam. Kom maar aan. We moeten alleen Raymond nog even zoeken. Waar is Raymond? Ja, hey. Ik ben bij een eilandje. Oh. Oh, wacht, ik zie je naam! Raymond! Yo! Nee, het is Arr. Ja, we hebben voor nu echt nog helemaal niks. We hebben gewoon een standaard bootje, we hebben niet eens kanonnen. We kunnen ons niet afweren. Dus we moeten wel naar de volgende quest varen. Nu kan je hard en zacht varen en je kan gewoon stil gaan liggen. Dat ligt er een beetje aan hoe je zijde spant. Kunnen wij ook elkaar damage doen? Wacht, ik moet het even weten, hoor. Oh, zo. Stond wel immuun. Nice. Ja, je kan gewoon doorvaren. Weet je wat ook weer. Zo. Dankjewel, bro. Dankjewel. Piracy is more fun with friends. Ja, we zitten inderdaad al met z'n allen bij elkaar. Dat is mooi. Er kwam even een donatie doorheen. Dat is één momentje. World of Airports. Die heeft nog een €11,99 supertext achtergelaten. Zegt, hey Jan, leuk dat je weer live bent. Hey,
Dankjewel voor je support, bro. Super, super awesome van je. En geniet lekker van de livestream. En geniet lekker van natuurlijk ook alle content die er nog aankomt. En voor de mensen die nog opnieuw lid waren geworden, want ik zag ze net voorbij komen, maar ik ben ze alweer kwijt. Dankjewel natuurlijk ook nog voor alle support. Kunnen wij... wacht, wie is wie nou? Ik ben dit, achter jou. Oh, wacht. Kom eens. Kunnen wij ook iets doen samen? Ja, we kunnen traden. Oh, ja, we kunnen traden inderdaad. Dat is wel chill, want als jij dan iets beters vindt dan ik... Dan kunnen we dat gewoon traden. Mm-hmm. Maar waar is Liam dan? Ja, ik ben weer per ongeluk mijn boot opgegaan. Liam, waar ben je? Hoe. Oh, daar komt hij aan! Hey, let's go! Oké, ja, we moeten deze kant op, mannen. Deze kant op. Kijk je graag films? Ik kijk zeker graag films, ja. The Pirate Chief Officer. Je moet niet op rondje drukken, jongens. Nee, dat doe ik niet. Ik ben aan het praten met de Chief Officer. Ik hoop wel dat we snel een schip kunnen upgraden, want we hebben nu echt nog helemaal niks namelijk. Dat schip daarachterin is helemaal naar de kloten, joh. Oh, ik kan ook met hem praten. Ja, dat moet je ook doen, ja. Oh. Ja, ik stond te wachten. De vrouw. Nice! Oh, we mogen zelf antwoord geven. I fought the British fleet and survived. Ja, want wij hebben namelijk al gevochten met een andere fleet. Alleen hebben we dat niet overleefd. Maar we kunnen wel een beetje liegen, toch? Dat maakt niet uit. Dat gaan we niet zeggen. Ik moet denken aan Assassin's Creed Black Flag. Volgens mij is het ooit ook begonnen als een soort Black Flag vibe. En hebben ze helemaal uitgebouwd naar deze game. Dus vandaar. Yo, Sam, jongen, welkom bij de stream. Hij zal ons zeker van onze titels strippen, als hij ons eerst niet van onze huid strippen. Retrieve wat er van Scalox's cargo. Oh, we moeten goederen gaan zoeken, jongens. Nou, dat is goed. Cool. Ik bedoel, arr. Ai, ai, kapitein. Ai, ai. Ja, dan gaan we dat maar doen, hè. A pirate's deal. Wat moeten we doen? Recover the Kingpin's contraband to trade for information on how to reach San An. Oké, dus we moeten twee visjes, een, hoe noem je dat? Breekijzer en een kistje met hout. Nou, als we dat niet kunnen, jongens, dan gaat het wel echt verkeerd. Dat moet wel lukken, ja. Oké, nice. Bij mij staat er explosive. Ja, explosive firearms en opulent rum. Oeh, niet zelf opdrinken, hè, Raymond? Hm? Die gaat nooit naar de chef. Nee, komt goed. Oké, terug naar de boot. Of de schip. Mag geen boot. Nee, wel, dit is wel een boot, want het is een klein dingetje namelijk. Maar we moeten nu wel even kijken, by the way, waar we naartoe moeten navigeren. Want we gaan nu letterlijk al de verkeerde kant op. Oh. We moeten... we moeten deze kant op. Wat is oranje? Oh, dat ben jij. Ik ben oranje, ja. En paars is Raymond en blauw, dat ben jij, Liam. We moeten naar dat gele dingetje toe, toch? Ja, maar pas wel op dat je nergens tegen aanvaart. Oh, je kan dat hout oppakken. Ja, ik wou net zeggen, je kan... Er wordt je boot gemaakt. Echt? Weet niet. Oh ja, je kan al heel veel oppakken, ja. Pas op, hi. Oh ja, chill. Bye. Dat is wel handig als we al resource... Want dat schip hier is natuurlijk kapot, dus we kunnen al resource verzamelen. Nice. Zit een haai achter, Jan. Wacht, moeten we... Jongens, we gaan er al langs. We moeten deze kant op. We moeten hier inderdaad uit het water moeten we de loot pakken. We moeten inderdaad wel ook oppassen voor de haaitjes. Arrrr. Oh. Oh, wacht. Ik heb een speer. Wacht. Zo, hey! Blijf van mijn schip af! Hier, ik val hem aan. Oh, dat is een... Oh. Wacht, hoe kan je schieten? Oh, ja. We kunnen schieten, joh! Ja. Oh, nog een haai. Ik heb er eentje geraakt. Oh, ik heb een lootpunt. Oh, ik gooi mis. Ik gooi nog een keer mis. Ja, ja lekker. Lekker, Raymond. Wacht. We moeten alleen nog explosive firearms en nog meer rum. Oh, je kan hem looten. Nog iets opgepakt. Er komt nog een haai achter ons aan. Achter mij aan. Oh. Ga je achter Raymond aan dan? Niet achter mij. Ja, dat wil ik niet. Wacht, ik kom je wel helpen. Wacht maar. Ik gooi echt alles mis. Wow, yo, ik heb nog... Wacht, ik moet het even. Ik heb wat rum. Kun je schieten? L2. Ik heb van alles opgepakt. Oh, Raymond! Oh, gaat nu al verkeerd, jongen. Ik heb echt oh ja, die andere heidi stand weg. Moeten we... Hebben we nou alles? Ja. Oh ja, we kunnen nu deliveren. We hebben zelfs extra meegenomen. Dat is op zich niet erg. Alleen die explosives hadden we bij die tweede niet.
Oh, dat is de liver. Oh, maar. Nee. Bro, ik kan hem niet raken. Ik ben echt scheef, man. Oh, ik heb hem geraakt. Nu is hij boos. Oh. Er zitten twee speren in hem. Kan jij hem afmaken achter? Pak hem. Pak hem, jongens. Pak hem. Wat? Ja. Oh, ik vaar tegen de steen aan, ouwe. Dit gaat echt niet goed komen bij ons, hoor. Oh. Oh, Liam, kijk uit. Oh, nee. We kunnen hier wel weer... Je moet je zeil inklappen en dan kan je weer... Oh, nee, ik moet nog dichterbij. En dan kan je weer op het land toe klimmen. Klauteren. Zo. Jongen, als wij piraten gaan tegenkomen, hebben we echt een probleem, hoor. Oh. Dat gaat echt niet goed komen, namelijk. Nou. Koppelgamer 045, dankjewel ook nog voor je €11,99 donatie. Hij zegt erbij, yo Jan, jouw Black Ops 1 video's waren echt old school. Multiplayer en zombies, dat waren echt gouden tijden. Ik ben weer bezig met oude Call of Duty te uploaden, dus check sowieso mijn kanaal natuurlijk verder uit. En nu kunnen we submitten, want we hebben alles. Even kijken, ja. Shit. Ja. Krijgen we nu al iets van hem, want op zich is een kanon, kan niet heel veel kwaad. Groter bootje. Wat is dit voor lach? Deze man, jongen. Hey, Koepelgamer, dankjewel nog voor je donatie. Dankjewel voor je support. Elephant, die had ook nog een €2,49 supertext achtergelaten. Zegt, yo man, ik kijk je al 7 jaar en je blijft altijd leuk. Hey, Elephant. Dankjewel voor je support, jongen. Super, super awesome van je. En I appreciate it, my friend. Blijf lekker genieten van alle content, bro. Dankjewel. Oké, let's go. Ja, gaan we. Dat is ons eerste contract complete. En ja, we kunnen nu weer terug naar ons schip. En dan moeten we eventjes... Oh. Vierkantje voor de action wheel. Oh, dan moeten we... Oh, dat hout hebben we nodig als een repair kit. Oh, dat duurt wel 20 seconden voordat dat klaar is. Maar we moeten nu weer terug naar dat kapotte schip, jongens. Mooi bootje. Klein stukje, dat kunnen wij wel. Start die dieselmotor. dat had je in deze tijd nog niet, Liam. Gekke boot. Ja, joh, we hebben nog helemaal niks anders. Zo, kijk, jij mag zo snel, bro. Ja, hij heeft de dieselmotor, hè. Valspeler. Wacht, ik ga wel iets langzamer nu, want... Moeten we hier gewoon naar binnen? Hoe moet je daar naar binnen dan? Oh. Oh. Salvaging shipwrecks, advance step by... Hey, oh, je moet gewoon kapot schieten, jongens. Of niet? Oh. Oh, je moet hem timen. Timen, waar... Ja, maar iedereen, jullie liggen er allemaal voor, jongens. Kijk, je moet hem 3 keer in het groene. Wel groene! Hadden jullie dat niet? Waar zie jij groen? Ik zie geen groen, hoor! Ja, maar dat was een soort lockpick. Misschien moeten we ook niet met z'n... Oh! Oh! Huh? Ja, ik... Ik heb hem! Je moet driehoekje indrukken. Oh, er komt nog een random iemand aan. Hey, nobody, ga even weg, bro! Nobody knows. Ik heb hem al open, jongens. Ik kan al naar binnen. Hè? Hoe werkt dit? Wacht. Je er ook uit? Ja, ik ben er al uit, ik ben al binnen hoor. Ik weet niet hoe dit werkt. Je moet driehoekje indrukken, Raymond. En dan naar zo. In het groen? Ik krijg alleen maar geel. Nee. Nee, je moet groen en dan R2. Je moet hem timen, Nou, dit werkt niet hoor. Wacht. Ik weet niet hoe dit... Ik krijg geen groen, ik krijg alleen maar geel. Oh wacht, hier ligt een boekje. Zo, is een hele newspaper, man. Echt, die man is echt geen echte piraat hoor, want hij is het nog steeds niet. Huh? Ik ben opeens binnen. Oh, hey, let's go! Raymond is er ook hoor, oké, dan kunnen we verder. Ik weet niet wat ik heb gedaan, maar goed. Ik heb het door. Oeh, we hebben hier wel eindelijk kanonnen staan, jongens. Kunnen we deze boot gewoon niet meenemen? Oh, nice! Kan je er als we dit schip mee konden nemen, dan was wel mooi geweest. Kan je hem ook... Oh, je kan dingen kapot schieten. Ja, ik wel. Moet je hem hoog aimen of niet? Dit is even een goede training. Oh, volgens mij moet je wel iets hoger aimen. Oh, de reloaden duurt lang, jongen. Oh nee, nu gaat hij eroverheen. Ik heb hem niet gewoon op aimen. Dit is gewoon even aim training, dit.
Oh jawel, jawel, je kan hem er bijna gewoon opeten. Je hoeft er dus niet overheen te schieten of iets. Ja, ja, lekker! Let's go. Diem. Diem! Wie als eerste de achterste raakt, heeft gewonnen! Oké, okay. Is goed. Heb ik hem in één keer? Oh nee, ik moet iets hoger. 5 euro, wie hem als eerste raakt! Oh, nog hoger? Heeft iemand... Oh, nee! Iemand had hem! Oké, ja, fair enough. Die 5 euro verdient. Liam, die schiet bij de makkelijkste eroverheen. Roken, bij mij ging niet eronder. Nee! Hé? Bijna, bijna, bijna. Ik ga weer verder. Ik ga op die nobody schieten. Hoe ren je? Ja, schiet jij even op een random iemand. Dat kan niet. Ja, ik denk dat we hier doorheen moeten, hè? Ja. Door de deur! Goedenavond, goedenavond, Hidde. Oh, ik denk dat deze het niet meer doet. Nee, die zit er lekker bij. Die heeft er geen zin meer in. Nee. Mm. We hebben wel een kaart meegenomen, volgens mij. Dus wordt dat onze eerste treasure-tocht. Saint Anne. Janne, kom eens. Ik ben bij een dode kapitein. Oh, ik ben er weer. Wacht, waar is Liam nou? Hier. Ja, dit is Liam. Wat is er? Ho! Oh, dat was de verkeerde. Oh, ik dacht je bent aardig, maar... Arr! Oh, kut, dat was ook de verkeerde. Oh, je mag niet wijzen. Oh, sorry. Arr! Wat doe je die? Vierkantje met je rechterknokkeltje naar links en dan op R2. Wat? Vierkantje? Hey, we doen het tegelijk. Let's go. Rechterknokkeltje of linkerknokkeltje, maakt niet uit. En dan naar links. Zie Captain Simo. Oh, hey! Let's go! Kijk ons. Dit gaat echt niet goed komen. Nou, Liam, loop jij nog even naar boven, want we zitten op jou te wachten. Oh. Ja. Ja, die kant op. Ja, 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 ja. Oké, okay, nice. Dan gaan Raymond en ik alvast terug naar ons schipje. Ja. Lijkt me een sterk plan. Dan die deur openmaken. Enter. Oeh. Oh, we hebben een spijkles gekregen. En een map. Ja, die map die hebben we dus nodig. Want waarschijnlijk is dat de route naar waar we naartoe moeten. Abis, dankjewel nog voor je 5 euro donatie, bro. Sowieso high 5 voor jou natuurlijk. Hij zegt erbij, yo, Yarasaki, ja. Ken je regel 9 of een Far Cry? Nee. Nee, dat is al lang geleden namelijk. Dankjewel voor je support, jongen. Dankjewel. Ja, we hebben in de jaren tijd heel veel games helemaal uitgespeeld. En er gaan er alleen nog maar meer komen. Dus kom maar op. Hey, we krijgen gewoon een applausje. Dankjewel. Wrestler is dead. En met hem all prior obligations of duties. You are free to make your own luck now. Hier, nu zijn we vrij om te gaan en staan waar we willen, jongens. Nu zijn we er echt klaar voor. Let's go. We zijn echt piraten. Ja, nu zijn we echt piraten. Dankjewel voor je donatie, Abis. En Rafael, die had ook nog een 5 euro donatie achtergelaten. Zegt, is de beta nog online? Nee. Dit is de volledige game. De volledige game is nu uit. Althans, in Early Access. En over 2 dagen komt hij volledig uit. Zonder Early Access ook. Ik kijk je al bijna 7 jaar, by the way, love bro. Hey Rafael, dankjewel voor je support, jongen. High five voor jou. En super, super awesome van je natuurlijk. Dankjewel, man. Dankjewel. Even kijken op de kaars, jongens. Want waar moeten we nu precies naartoe? Linksboven. Oh ja, we moeten ver dan al, of niet? Ik heb hem gemarkt. Oh ja, 700 meter die kant op. Oh, dat is dichtbij. Yeah, let's go. Raymond, jij moet sowieso je schip nog even repairen ook. Oh, hoezo? Valt best wel mee. Ja, nou, hij is een stukje kapot. Nou ja, hij is aan het healen. Oké, okay, beter. Oh ja, nu ben je weer full HP. Nice. De HP staat links onder in beeld. Dus op die manier kan je het een beetje bijhouden. Ik kan wel gewoon al die loot die in het water ligt allemaal meenemen. Dat is wel nice. Er staat een stevig windje, joh. Dat hele schip hangt aan de zijkant. Ja, ik kan net zeggen, ja. Oh, we moeten hier treffen. Net goed vliegen. Oh, dit gaat heel snel. Nou, we moeten nu gewoon naar Saint Antoon. Toe. Zo, Saint Antoon. Nice. Er staat wel een stevig windje hier, hoor. Wajo. Ja, we gaan travelen, hè. Let's go. Hey. Kijk, wow. Ons gaan, jongen. Oh. Hoppa.
We hebben wel de intro overleefd, jongens. Oh, dat ziet er wel zeker zonder al te veel moeite. Nou ja, op zich. Nou, dan hi. Die lockpick ding is, dat was nog best wel lastig. True, true. Ja, voor kijk hoe klein ons schipje is, jongen. Nice. Game ziet er gaaf uit, zeker, zeker. De graphics zijn echt wel nice. Okay, ik ben wel benieuwd hoe de gevechten zo meteen gaan. Pieuw, pieuw. Nee, arr. Arr. Boom, boom. Kijk dan, flamingo. 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 We worden gewoon ingehaald door 100.000 andere schepen, man. Gaan de vallende ster? Ja, ik zag de vallende ster. De nieuwe Captain Jack Sparrow zijn er ook hoor. Yo, yo, yo. Skull and Bones. Arr. Dan wordt het verzamelen van loot, een schip upgraden. En gaan. Kijk, Captain Jack Sparrow. Zo. Dat is een mooi haventje. Ah, smell that salt, spice and sin, Captain. The Indian Ocean holds many secrets and mysteries. The smuggling den of St. Anne is one of its hidden gems. Nice! Whatever a pirate needs, this place has... Yo, Wim Buis! Mooi naam, bro. Oh, we kunnen kanon kopen. Ja, maar ja, als je een kanon op dit schip zet, dan zinkt hij denk ik meteen. dus ik weet niet of dat een heel strak plan is. Hey, een onderzeeër. Ja. Lopen we voor op de tijd. Bootje op z'n kop in het water, kunnen we ademen. Ja. Yo, Anko, jongen. A proper ship would be a start, unless you want to keep cozying up on your dhow. I'll stay by the ship. Oh, we mogen ook een boot kopen. Pay no mind to ja, the die hebben we nodig. Captain. Remember, we answer only to the winds of fate. Maar als die te duur is, dan doe ik het niet hoor. Nee, ik blijf op mijn kleine bootje varen hoor. Ja, ja, ja met onze speer die niet accuraat is. Ik moet ook wel even. Ik kan ook wel even een douche gebruiken, moet ik eerlijk toegeven. Ah, je macho! Gewoon het water in springen. Op zijn mama uit de dag. Ja, joh. Zonnen. Zo. Jongen, wacht maar tot wij ons schip hebben geüpgraded, jongen. Wajo. De ink blopt. Mooi naam. Het schip gaat gewoon achter van de terugslag. Ja, als je een nieuw kanon opzet, dan denk ik wel, ja. Ja, dan kunnen we de brief afleveren. Ik sta hier. Oh, hey! Waar is hier? Hey, hier achter je. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, hier moeten we die brief afleveren. Of kunnen we hier ook een... Oh, oh, oh. Oh, jeetje. Wow, ik heb heel veel gekregen, man. Check me. Oké, ik claim even alles, jongens. Zal ik het naar het cargo doen of zal ik naar het warehouse doen? Ik heb oprecht al heel veel gekregen. Voor de premium edition. Weet je, we gaan niet ten onder, toch? Dan kan ik het gewoon naar het cargo doen. Volgens mij als je dus down gaat, dan ben je al je cargo kwijt. Dus, weet je. Ik moet er gewoon voor zorgen dat het niet gebeurt. Nice. En dan moeten we heel veel op de kaart kijken. We moeten die brief daar binnen afgeven. Is dat hier naar binnen? Nee, 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 aan de andere kant. Nee, nee, hier, hier, deze kant op. En dan hier. Hier, ja. Hier, nee. Jawel, 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 hier. Oh, daar. Oh, ik dacht dat dit een persoon was waar we mee moesten praten, maar dat is een andere piraat. Arrrr! Crank Rabbit! Oh, hier moeten we zijn. Ja, hier moeten we zijn. John Skurlock. Yo, yo, lach man, jongen. Welkom bij de stream, man. Welkom, welkom. Is iemand anders? Ja, dit is een hoge piraat, denk ik. Get it done. We'll never show your ugly mug again.
Hij heeft wel een mooi standbeeld erachter. Oeh, ze hebben geweren hier. Dat is Raymond, dat is ook nog een broekie. Dankjewel. Ik bedoel R. R. Yo, Michiel, jongen. We zijn aan het koken, jongens. Willen jullie eten? Op zich... Lekker visje. Oh. Nee, ik hou echt niet van vis, man. Ik mis bij alles ingrediënten, dus het wordt water. Oh, lekker. Nice, nice. Hij heeft meer captains nodig. I can rob merchant to get you those goods. I can trade my way into... Nee. We gaan gewoon robben. We gaan ze gewoon overvallen, hoor. We zijn een piraat. Hier, hij zegt het ook. Dit. Kan hij ons niet gewoon even een schip cadeau doen? Is dat niet een idee? Cully, I saw that little tub you washed up in. It's halfway to Flotsam. You got spirits, but you're not ready yet. You want to get out of those rags and in een beetje kwijt waar ik heen moet. Then build your reputation. And earn the people's. Oh, wacht, Liam, ben jij dit? Ja. Je moet met die kapitein of net die piraat praten, jongens. Ja, die heb ik al gesproken. Oh. Ik kom jou nog wel tegen, ja, dat weet ik zeker. Waar is Piratos? Daar kijk ik niet heel blij, moet ik zeggen. Hey man. Hey, dankjewel, Michiel. Dankjewel, man. Oh ja, je hebt bepaalde ranks in de game. Alleen we beginnen nu natuurlijk gewoon als het slechtste mogelijk. Dus dat scheelt wel. We kunnen hem pakken. Oh ja, we zijn nu een outcast. Ja, helemaal niks dus. DPS specialized in dealing damage and status effect. DPS favors aggressive playstyle. Oeh, oké, dat is wel chill. Alright. Dan moeten we nu door, want we hebben natuurlijk een ander bootje nodig. Waar lopen jullie, jongens? Ik ben bij een blacksmith. Oh nee, je moet naar de shipwright. Oh, ja, daar ben ik. Oh, wacht, dan kom ik naar jou toe, ja? Ja. Even kijken of ik jou zie. Zie Jan. Oh ja, bij die builders cabin. Oh, waar is Raymond nou dan? Ja, ik ben dan met hem aan het praten. Dat is tegenover de blacksmith. Ja. Ik denk dat we bij hem een bootje kunnen fixen. Ja, we kunnen nu ook onze kleding aanpassen. Misschien moeten we ook even een ander pakje aandoen, want... dit is niet al te best. Oh ja, hier moet jij iets accepten. Eens even kijken. I aim to rule the seas one day. I'm determined to prove my word. Nee. We gaan de zee veroveren. Sowieso, ja, daar zijn we voor. Yo, ik heb de spooky. I expect you'll be wanting a pat on the back, treasure in your boots, and John Skellock's warm embrace. Ha! St. Anne would sooner slit your throat. Waarom gelooft niemand in ons? I can build you the mightiest ship in Indian Ocean, like I did for Skellock with his Margareta. Let's go. A captain can only go so far without the right tools to navigate the seas in search of the opportunity. Craft captain tools to gather materials for your first ship. Alright. Accept. It steers their own ship. But how it fares in a monsoon depends on its maker. Visit my friend, Zane, the carpenter. And he will help you craft the tools needed for harvesting shipbuilding materials. Okay, we moeten dus gewoon nu sowieso materialen gaan verzamelen. Maar we moeten ook nog naar iemand anders toe. Want we moeten een zaag, een sikkel en een pickaxe gaan maken. Alleen waar... We moeten alleen even kijken. Volgens mij kunnen we hier onze kleding aanpassen. Oh, het mag niet van er. Oké, dan hier niet. Hier kan je die sikkel maken, denk ik. Nee, dan moeten we hier bij de Driftwood, bij de Carpenter. Daar moeten we sowieso als eerste zijn. Ujambo. Hajambo! Yo, Stijn, dankjewel voor je lidmaatschap voor 28 maart, jongen. Dankjewel voor je support. En met mij gaat hij goed, jongen. Ik hoop ook met jou, Stijn. Dankjewel, man. Dankjewel. I'm ready to spill blood. Ja. I like it. But be careful.
the blood you is not your own. We can help inderdaad each dingen maken. You bring me quality materials and I'll make you the best tools on the Red Isle. That way, both our names will grow. Kom maar op. Gaan we verzamelen. Blueprints and materials are required to craft weapons, equipment and tools. Dat is op zich wel logisch, ja. Even kijken, want één iemand heeft het al gemaakt, of niet? Ja. Oh ja, even kijken. We hebben pickaxe nodig. Drie, nou, beter. Die kunnen we maken, want we hebben alle materialen er al voor. De zaag kunnen we maken. Let's go. En de sikkel kunnen we maken. Oh, je kan ook andere speer laten maken. Oké, okay, nice. Pickaxe. Asanti. Okay, awesome. Ik heb het allemaal gemaakt nu. Dan moeten we alleen nog even wachten op Liam. En de sikkel. Goedenavond, bandje plak. Yo, yo, yo. Oké, okay, ik ben er. Staat ook gewoon bij de blacksmith. He ignores you. Dankjewel, man. Dankjewel. Laten we heel veel op de kaart kijken, hoor. Moeten we nu niet hout verzamelen? Acacia hebben we nodig. Ja, dat is hout. Dat is hout. We hebben echt nog heel veel rum, by the way, bij ons van net. Acacia, goed. Ja, dat is als het goed is. Dat ligt gewoon op de... Ja, op de eilanden. Dus moeten we even terug naar ons bootje en dan kunnen we hout gaan verzamelen. Wacht. Oh, hier is de steiger. Waar is de kledingwinkel? Ja, dat weet ik dus niet. Ja, dat is hier. Even is dat kijken. Bij die spiegel? Ja. Ja, hè? Oké, okay, wacht. Want we moeten wel even andere kleertjes aan, hoor. Ja, ja, ik denk hier inderdaad. Ja, ik denk hier, trappetje op. Oh, struggles. Wist hij een trappetje nou? Bro! Eens even kijken. Speak to the vanity Adrian and then to... For Captain Customization. Oké, okay, nice. Die hebben we nodig inderdaad. Oh, we krijgen meteen ook gewoon 500 gold. Oké. Okay. Dankjewel. Laat ik eerst even kijken wat ik heb. Ik denk dat dat op zich wel handig is. Oh. Je kan ook gewoon je hele character aanpassen als je zou willen. Goedenavond, Super Bart. En dankjewel voor het lidmaatschap, jongen. Dankjewel, dankjewel. I appreciate it, my friend. Wacht, maar waar zie ik nou mijn kleren dan? Bij equipment. Oh, oh, ik kan als een samurai er doorheen. Oh, hier. Oh, dit zijn complete outfits. De eerste pagina zijn complete outfits. Maar daar hebben we natuurlijk nog nooit genoeg munten voor. Oh, jongens, ik heb al een piratenhoed. Ja. Ja, 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 let's go. Ik kan ze niet selecteren. Oh. Ja, ik kan meteen deze aandoen. Let's go. Een rood riempje erbij. Even kijken, nog even een goede passende broek. Ja, ik ben een vrouw, maar op zich... Gratis hoek. Laarzen aan. En, oeh, niet van alles uittrekken. Wow, joh. Laten we dat maar niet doen. Oh, en je kan je emotes aanpassen. Die oorbellen, joh. Ik heb mijn emotes aangepast. Zo. Ik weet alleen nog niet hoe we die kunnen gebruiken, maar... Oh, wat is dit? Oh, ringen. Je kan ook nog ringen omdoen. 600 voor een maskertje. Ja, ik heb dus al gelukkig dingen staan, dus... Ik vind het mooi. Oké, okay, let's go. Ik ben ook ready. Oh, ik heb mijn broek uitgedaan. Wacht. Wacht. Wacht, wacht. Ik wil even terug. Wacht. Ik heb mijn broek uitgedaan. Hij heeft volgens mij dezelfde outfit. Wacht even hoor. Dit was niet mijn bedoeling. Kan ik mijn broek ook weer aandoen? Oh ja, top. Top, top. Oké. Okay. Ik heb mijn broek weer aan, jongens. Geen zorgen. Nu ben ik er echt klaar voor. Oh, yo, yo, yo. Michael, jongen. Yo, yo, yo. Remember to ensure your style keeps up. Oké, ja, dan kan ik weer naar buiten. Het is wel een beetje eruit zien als een piraat als we hier aan gaan beginnen. Hey, Rainbow, ben jij dit? Yo, ja. Yo! Yo, yo, yo. Yo, yo. Oh. Hoe kan je andere emotes gebruiken? Oh, vierkantje. Ja, vierkantje, ja. En dan met R2 kan je ze... Kijk!
Mag je niet. Daar ben ik er echt klaar voor. Hoppatee. Jij gaat als een streaker door het leven. Nee, dat doen we niet aan. Yo, Captain Spooky ook, dankjewel voor je lidmaatschap voor 37 maanden, jongen. Dankjewel voor je support, man. Dankjewel. We hebben ook alle drie dezelfde outfit aan. Dit was gratis, jongens. alles voor de gratis outfit. Arr. Let's go. Ik dacht, ik kan beter mijn muntjes nog even bewaren. Ja, dat zal ik inderdaad ook wel doen, ja. Oh, wacht. Je kan je... Oh, wacht. Ook kun je nou een schip pakken, of niet? Oh ja, ik zit erin. Zet chill. Oké, wacht. Laat ik heel even kijken. Wij hebben hout nodig. Als wij rechtdoor gaan, ligt er hout. Maar als we rechts gaan, ligt er ook al hout. Maar volgens mij zit dat wel dicht. Zie je dat op de map? Volgens mij kunnen we daar niet tussendoor. Dus moeten we hem omvaren. Dus dan kunnen we denk ik beter gewoon naar het noorden. Of naar het... het westen. Giants? Ik ga gewoon naar het westen. Maar verdwijnt hij daar ook als jij hem pakt? Of ligt er meer? Ik denk dat er gewoon meer ligt. Oh wacht, Jimmy zegt ga naar rechts als je vertrekt. Naar rechts, Raymond! Ja. Alles onder controle. En dan waar naartoe, Jimmy? Jimmy zei rechts als je vertrekt. Ik denk... Oh! Wacht, we passen daar wel tussendoor. Rechts, Liam. Oh, Liam. Oh, yo. Gaat goed. Kijk, we kunnen daar rechts door dat gaatje. Door dat gleufje. Juist. Ja. Dat kunnen wij. Oh ja. We zijn beesten, hè? Kijk hoe ze gaan. Dan moet pakken, ja. Dankjewel, man. Als die boot wel tussen zo. Ja, dit gaat wel lukken, toch? Wel een beetje bijsturen zometeen, maar... Als het zelf van Liam niet in mijn beeld zit, dan werkt het ook wel wat beter. Oh, dan gaan we hebben. Oh, jongens, kijk uit! Pas op! Hij gaat breken. Sorry, kijk uit. Ik ga niet goed hoor. Ik ga heel je kan hier looten, Hé, hey, Liam, niet zo te duwen, jongen. Oh, nee! Let op, wat is het? Oh, vis! Oh, krokodil! Ik heb nog twee keer... Oh! Liam! Die man die vaart gewoon over hem heen! Yo! Oh, jam. Ja, kijk, jongens, een beetje rustig varen. Nee, we zijn al voorbij. Oh. Ja, kunnen we niet... Hier, Acacia, dat bedrijft hier. Ja. Oh, er zit een ding achter je aan, Liam. Krokodil. Ik heb hem in staart geraakt. Ik vaar over je heen. Hier. Vang het. Ligt er hier nog meer of lag er één stukje hout? Ik heb er drie opgepakt. Oh echt? Oh, dan ga ik heel veel terug, want... Mr. Croc? Hier. Well, laat me even een rondje doen. Dan ben je wel een echte piraat. Arr! Zeker weten! Oh, ik heb één keer geraakt. Hier, ik heb hem! Lekker bezig. Oh ja, ik zie daar nog hout. Oh ja, hier ligt nog hout, of niet? Ja. Oh... Ja, ik heb ook nog hout. Kijk, waar ligt het nou? Oh, je kan ook zagen, by the way. Maar krijg je daar ook hout van? Oh, daar krijg je ook hout van. Je kan gewoon bomen ons zagen, jongens. Let's go! Ik heb die krokodil opgepakt. Ik ben gewoon bomen aan het omzagen. Ik heb nu al 11 hout. Dan moet je wel een beetje dicht bij de rand liggen. Ja, dan ben ik klaar. Zit er ook een achteruit op? Ik denk het niet, Liam. Ik denk het niet. Oh, deze kan je zeker niet. Oh, jawel. Oh, de bomen komen terug. Ja, dan moet je wel stil liggen. Anders werkt het niet natuurlijk. Dankjewel, Jimmy, voor de tip, jongen. Dankjewel. Heb jij ook genoeg, Liam? Ik nog niet. Ja. Oké, nice. Dan kunnen we gaan. Heb jij ook genoeg, nee. Raymond? Ja, nee, je moet je hier... Hoezo lang... niet? Ja, ik heb er 13. Kom eraan. Ik zit nog maar op 3. Hoezo? Je moet die boompjes soms zagen, hè? Ja, maar... Ja, jullie waren daar bezig. Nou, kom hier dan. Oh kijk uit, Raymond! Hier kan je de boompjes om. Hier, driehoekje indrukken. Ja, oké, dat is al 1. Ja, nice. Dat is... Boompje nummer 2. Zo, kijk uit, joh. Wie de... Liam! Friendly Fire staat uit. Nee, Friendly Fire staat uit. Ik moet er nog 2. Als je hem ingedrukt houdt, dan richt hij beter. Huh?
Zo, wat ik heb bijna een speer omhoog. Oh, je kan die, oh, je kan die speer een beetje richten, ja. Oh. Oké, nice. Ik moet er nog twee, maar er zijn geen bomen. Zeg moet je heel veel wachten, dan zijn ze er zo meteen weer. Kijk. Ja. Ik ga alvast proberen door het gleufje te komen, want dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Hier, volle vaart. Heel genoeg. Recht zo die gaat. Ja, ik heb genoeg. Op thee. Pruttel, pruttel, motoraan. Ja, dan moeten we volgens mij nu gewoon weer terug. Oh ja, dat is vet dichtbij, man. Oh, ligt daar een repair kit in het water. Dit gaat heel snel. Dat is wel handig. Oh, oh. Hoe vind je de game? We zitten nu echt nog in de beginfase. Dus we zijn nu gewoon aan het kijken hoe de game werkt. En dan zometeen begint het echte werk. Arr. Zo. Aan wal. That's what she said. Zeker weten. Even kijken, waar moet het afleveren? Oh, je moet het weer afleveren bij Shipwright. Wacht, dat was hier toch? Ja. Oh, ik ben weer aan wal. Ja, dat moet ook. En dan moet je dat hout bij hem afleveren. Do you have business for me? Zeker. We kunnen nu... Oh, dan krijg ik ook 240 zilver van meteen. Oké, chill. Accept. I was worried you would not make it back. Continue. Hoezo was je worried dat we niet terugkwamen? We zijn letterlijk 2 minuten weg geweest. Nou. Even kijken. Submit. Zo, nice. Ik heb het al afgeleverd. Jullie ook allemaal, hè? Ja. Nice. Oké, dan kunnen we weer opnieuw met hem praten. En dan... Oh, wacht even hoor. No captain is worth their salt without a ship to call their own. Crash your first ship to begin your predation. Ik weet, ik ken dat woord niet. Predations. Wat ik... Maar is dat wat je graag wil doen? Oh, ik ken dat hele woord niet, man. Verlangen. Oh ja. Ja, we gaan de boot upgraden, DN256. Zeker weten. Kijk, een zeewaardig schip is nou... Ja. Deelt me. Ja. Kunnen we bij hem het craften? Oh ja, bij hem kunnen we craften. Maar hebben we die eerste nou? Of? Ja, die eerste die moeten we volgens mij craften. En je ziet dat we die andere scheep pas vrijspelen als we een betere rank zijn. Oh ja. Of moeten we eerst berusten zijn. Dit is een mooi bootje. Mag. Oh ja, kijk, dit is al betere werk, zeker. Oké, chill, dan gaan we die craften. Let's go! Ons eerste echte schip wordt hier gebouwd. Oh, dat is nog een best ook. Zelf met vuurwerk erbij. Nee, dat is helemaal het echte werk. Ja. Dikke cobra. En die vuren we dan op een ander schip af. Ja, dat lijkt me slimmer. Hier, nice. Zo. Zo! Wow. Rustig, Liam, rustig. Even kijken. Ja, ik ga wel al mijn cargo ook naar het... Zo. Zo, ook lekker. Ik ga alles naar de warehouse. Naar het nieuwe... Nee, ik ga naar het nieuwe schip, hoor. Oh, ik neem het gewoon mee. Hoe doe je dat? De bovenste drukken. Oh. Bovenste? Speak to Thomas, the blacksmith. Ik kon nou warehouse doen of... Oh, dan moeten we naar de blacksmith, jongens. En bij de blacksmith moeten we natuurlijk guns gaan halen. Oh ja, hier kan het kanon wel op. Nice. Ja, want hier kan het... Hé, die... Zo. Ik weet niet waarom ik die hik heb. Die Crank Rabbit die staat hier ook weer. Die is precies hetzelfde als het doet als ons. Oh, die hik, jongen. Echt waar. Stop. Eens even kijken. Craft cannons and ammunition for your first ship. Sorry. Ik kan er niks aan doen, man. Ik heb echt vol de hik in één keer. Oh, stop. Wat ga ik kiezen? Ik ga betalen of ga bedreigen? Nou, hij ziet er wel badass uit. Oh ja, ik kan eentje craften. Eens even kijken. Ja. Wacht even, ik moet heel veel mijn adem inhouden, want die hik gaat echt niet weg anders. Of we moeten hem even laten strikken. Laat me strikken. Oeh. Schrik. Oké, nu is Meek weg. Eens even kijken. Oh, nee. ja, we kunnen wel een kanon craften.
En cannonballs, die kan je ook maken. Kunnen we er al meteen twee maken? Want dan kunnen we niet... Wow! Rift, wat hebben we nodig? Yo, dit is wel echt sick, man. Nice. Het kostte 70. Maar hoe maak je ammo dan? Dat kan helemaal achterin. Oh ja, oh, je maakt er meteen 100 ook. En hoeveel... Oh, ik heb echt 5 krat of zo gemaakt. Nice! Oh, je kan inderdaad meerdere kratten maken. Nou, dan maak ik er... we hebben er 24. Ja, ik maak ook wel 5 kratten, ja? Je moet wel een beetje in de gaten houden hoeveel cargo je mee kan nemen. Want we zitten al op de helft van het maximale namelijk. Oh. En ik denk, als ik heel eerlijk ben, dat ik nog een kanon maak. Dat we er 2 op het schip kunnen zetten als het kan. Dat is veel beter natuurlijk. Kratten hebben jullie? Ik heb 5. En ik heb 2 kanonnen gemaakt. Awesome. Zijn we zo door die kratten heen? Oh, je moet er 3 maken. Wacht, je moet er 3 maken. Nee, dat moet. Oh. Oké, wacht. Ik heb er 3 gemaakt. Let's go. Yo, Jeff, jongen. Jullie zeggen in de chat, is niet de hik. Jan's luchtpijp heeft gewoon een beetje lek. God, ik... Maat, het is echt vervelend. Ik heb nooit de hik, maar... Wacht, hij is zo meteen weg. Ik heb er 3 gemaakt, volgens mij. Ja, ik heb er ook 3 gemaakt. Ik twijfel alleen of ik nog wat meer ammo meeneem. Ik heb 5 kratten gemaakt. Doe ik er nog even 2. Nice! Oké, dan hebben we een rope locker acquired. Oh, ja. Awesome. En dan moeten we even kijken. Die is zilver gekregen. Volgens mij. Volgens mij is hij. Heb je die reward gekregen? Ja. Oh, nu staat iets met First Blood. Right. Oh ja, ja. To feed their aggressive expansion efforts. Even kijken. Ik ga hem gewoon accepteren. Ik denk dat het nu vechten wordt. Dat denk ik ook. We hebben allemaal een apart schip, Bart. Dus we kunnen op een gegeven moment, als zeg maar Liam bepaalde gear vindt en ik andere gear vind, gaat ons schip er ook heel anders uitzien en heel anders werken. En je hebt bepaalde kanonnen die zijn beter op korte afstanden. Je hebt bepaalde kanonnen die zijn beter op lange afstanden. Je hebt heel veel variatie. Dus als Liam... Echt die hik, jongen. Ik word er echt zelf helemaal gek van, man. Even kijken. Wow, wacht, manage hier... cargo. Als Liam bijvoorbeeld een schip bouwt die voor de lange afstanden heel goed werkt... en ik een schip bouw die voor de korte afstanden heel erg werkt... dan kan je op die manier echt wel goed samenwerken. Wat Raymond dan gaat doen, dat weet ik niet, maar... Ik heb 700 ammo. Nee, grapje. Ik heb mijn kanonnen erop gezet. Even kijken, manage ship. Oh ja, weapons. Nice. Ja, je kan hem ook een naam geven. Ze ook een plaats geven. Kan je ze niet allemaal... wat hebben jullie gedaan? Eentje voor? Ik heb overal. Oh ja, dat is het handigste. Ja, dan heb je er 2 voor, 2 links, 2 rechts. Oké, okay, ja, awesome. Ja. Ah, ja, furniture, je kan al een... ik zal ook dat furniture er meteen opzetten. Dat zorgt er namelijk voor dat je acceleratie met 300% wordt verhoogd. En... Oeh, dan kan je hem ook nog customizen. Wacht eens even. Mijn heeft al een mooi kleurtje. Oh, je kan echt alles customizen. Oh, edit name. Zo. Je kan ook je naam of je botennaam even. Je kan echt al vet veel aanpassen, man. Ik heb zwarte zeilen nu. Ik ook. Toevallig, wacht. Ik had het net ook. Ik had net ook andere. Ja, hier. Ik heb gewoon letterlijk alles aangezet wat ik kon. Oh, wacht. Hier heb je nog een ander. Oh, nee. Nu moet je kopen. Oké, dat gaat hem niet worden. Voor nu hebben we nog geen zilver en geen goud. Nou, een heel klein beetje. Oh, je kan zelfs een katje. Een piratenkatje aan boord kopen. Yo. Ja, die wil ik wel hebben. Kan nu helaas nog niet. Waar heb je dat katje dan? Ja, die kan je kopen, maar... We hebben helaas nog niks. Oh, hier. Oh, hey, en je kan gewoon bier in de lucht kopen. Ja, ik weet niet hoe dat heet. Vuurwerkbier. Ja, het is vuurwerkbier. Yo! Oké, nice. Armor hebben we nog niet, hè? Nee, armor is wel handig om snel mogelijk naar te gaan kijken, denk ik.
Ja, daar ben ik er eigenlijk wel klaar voor. Ja, 500 cannonballs. Let's go. Kijk, ons schip is... Oeh. Nice! Kijk wat een bemanning, joh. Ja, nu! Oh, nu zo. Zoveel, ja. Nu. Je kan, oh, je kan ook best wel de zeilen ver hij. Zo, dit ding is snel! Yo! Waar zijn jullie? Oh, achter me. Zo, dit ding is heel snel. Zo, rustig, rustig, Raymond. Remmen, bro. Yo, wat vind je van mij? Ja. Je moet wel remmen! Hoezo? Wacht. Weet je al waar we naartoe moeten? Nee. Nee, dat bedoel ik. We moeten helemaal... Wow, we moeten ver, maar we moeten helemaal naar het zuiden. Zuidwesten. Waar is jullie boot? Pakjesboot. Oh, ik wist niet dat ik je de naam kon veranderen. Maar het badkuip. Wat? Nice! Nice, man. Zuidwesten, jongens. Verkeren. Oh. Hoor ze zingen. Let's go. Ik ga nu niet mijn cannonballs verpesten, by the way. Dus ik ga niet random schieten, want... Dan weet ik wel wat er gebeurt. Yo, Timo, jongen! Nou, het leuke was, we wouden eigenlijk met z'n vieren gaan spelen. Maar we kwamen erachter dat we maar met z'n drieën konden. Dus Timo, die... Doet waarschijnlijk volgende keer wel even mee. Kijk uit, hè, jongens. Oh, moet je op R3 drukken? Ja, dan heb je een... Oh, daar rechts varen al heel veel andere schepen, by the way. Die neer schieten. Wacht, maar hebben die... Oh, vanaf hier kunnen we schieten. Hé, ik kan... Als je die verrekijker gebruikt, dan kan je ook zien wat voor loot mensen aan boord hebben. Ik zie nu precies wat jullie aan boord hebben. Want Liep, die heeft op een of andere manier al 12 kisten met explosive firearms aan boord. Dus ik weet niet of dat heel slim is, maar daar in de verte varen bij de W drie andere boten. Kunnen we die niet al aanvallen? We komen komen op ons of niet? Ze kijken wel naar op. Oh, ik weet niet of het kan, hoor. Ja. Oh, Liam. Wordt dit ons eerste gevecht? Liam. Oh ja, zeker! Schieten, jongens! Oh. We schieten ook gewoon meteen alles kapot wat we tegenkomen. Dit is hoe het werkt bij ons. Die blauwe is bijna kapot. Charge, die blauwe is kapot. Focus op die grote achterin. Nee, dan doe je meer damage. Oh, die grote is ook kapot. Ja, hij is neer. Oh, er zit nog één achter ons. Kijk uit. Pak die wel de loot meenemen, jongens. Wel de loot meenemen in het water ook. En niet op elkaar schieten. Raymond wordt volgeraakt. Kijk uit, Raymond. We varen nog twee schepen namelijk. Ik kan ook brazen. Oh, die was mis. Ik ben aan de reloaden. Ik heb er hier bijna. Ik heb hem goed gehit. Ja, ik ben hier ook bezig. Ik moet goed op die weak points mikken. Dit is een sterk schip. Kunnen jullie me een beetje helpen, jongen? Deze is serieus wel sterk. Ik ga letterlijk kapot namelijk. Ja, daarom. Yo, ik kan zo schieten, joh! Wajo! Ja, deze gaan we wel krijgen. Makkelijk. Kijk uit, Raymond. Ja, lekker. Nog een paar keer raken en is hij kapot. Kunnen we de loot meenemen. Let's go! Hoppatee! Nice! Ik heb er hier nog één. Oh. Voor ons eerste gevecht, moet ik zeggen, hebben we goed gedaan, hoor. Arrrr! Liam, Raymond en Jan! Arrrr! Ik denk wel dat onze cannonballs heel snel opgaan op deze manier. Ja, maar ik heb allemaal nieuwe cannonballs opgepakt. Oh ja, je pakt ze op inderdaad. Ja. We moeten... Oh, Liam, kijk uit! Repairen. Kijk uit! Dank u! We moeten hem inderdaad even repairen. Want we zijn allemaal best wel hard gehit namelijk. Ja, dat is oké. Waar je ook op moet letten, jongens, is dat als je een volle kracht vooruit zet, dat stamina kost. En die stamina is ook op een gegeven moment op. Dus daar moeten we ook een beetje rekening mee houden. Hoe kan je in je cargo kijken? Dat is een goede vraag. Hey, deze man heeft kokosnoot aan boord. Kom hier, jongen. Wil hem aanvallen? Ja, aanvallen. Want dit is ook precies het schip dat we moeten aanvallen, namelijk. Probeer hem op de zijkant te raken. Zijkant. Reloaden, jongens. Als je dichtbij genoeg bent, kan je musketten schieten. Klopt. Oh, ik kan aan boord gaan. Die vaart gewoon aan. Zo, kijk. Oh, iemand vaart er vol tegenaan, joh. Gek.
Hey joh, hey joh! Cool. Kijk uit jongens, kijk uit! Hij is wel gezonken nu. Hij is wel gezonken, ja. Ja. En ik denk dat we dat andere schip... Hier rechts nog één. Laat hem heel veel scannen, dan weet ik wat hij aan boord heeft. Oh. Ja, kokosnoten, daar gaan we! Ten aanval! Het is wel chill dat je ook vooruit kan schieten als je achter een boot aanvaart. Niet naar rechts, Liam, niet naar rechts, want daar vaar ik. Ja, maar ik heb links Raymond. Kijk uit, jongens, kijk uit, jongens. Pak hem. Oh, je bent er vol van achter, ouwe! Ja, dat was ik het niet. Ik gebruik gewoon zijn schip als een fantastische. Oh, wat een gek. Ja, maar je ziet hoeveel damage dat doet. Ja, ik heb het door, ja. Nice. Nou, dat was hem, jongens. Dat was wat we voor nu moesten doen. Ja, nice. Dan kunnen we weer terug. Weer terug. We zijn wel een goed team zo hoor, eerlijk is eerlijk. Yo, Rody ook welkom bij de stream, man. Wat heb ik gemist? De intro. We hebben nu ons eerste schip gemaakt. Ons eerste gevecht gehad. Dus nu vind ik wel dat we een echt piratenteam zijn. Alle drie ook precies. Oh, nee, niet. Raymond is degene met een ander flappertje voorop. Flappertje? Ja, een ander flappertje. En sorry. Sorry. Oeh. Zijn de... Huh? Wat zijn jullie? Oh, nee, we zijn nu in de haven. Dan ben je in een safe zone. Daarom. Ah. Oh, noem zo'n voor. Een zeil. Ook weer. Fok. Ja, ik weet het niet meer. Want deze zeg ik iets heel doms. Dan gaan mensen me weer uitlachen. Oh. Ik ga in ieder geval weer aan wal. Kijk uit. even kijken hoor. Hendrik van Kleef die had nog een 2 euro supertanks achtergelaten. Dankjewel voor je support, bro. En hij zegt: Jo Jan, hoe is het, bro? Hé, met mij gaat hij lekker, Hendrik. Ik hoop ook met jou, jongen. En hij zegt erbij: leuk dat je weer live bent. Hé, leuk dat jij er weer bij bent, man. Dankjewel, Hendrik, voor je support. En geniet lekker van alle content, bro. Dat komt helemaal goed, denk ik. En Rafael die had ook nog een 3 euro donatie achtergelaten. En hij zegt erbij: als je pelsje omlaag doet, ga je in first person. Het kan alleen als je in de boot zit. Dus we kunnen in de boot ook in first person, jongens. Een goede tip. Ja, dus Rafael, nice. Dankjewel voor de tip. Dankjewel voor je donatie. En dankjewel voor je support. Super, super awesome van je. En dit contract, die kunnen we nu voltooien. Oh, je kan hier ook allemaal blueprints kopen. De graphics zijn wel echt clean, zeker. Ik heb armor blueprint gekocht. Oh, die blacksmith die heeft ook meer contracts voor ons als we dat zouden willen, jongens. Dus dat is wel een goeie. Ik weet niet hoeveel ik nog aan spullen heb. Ik denk wel dat je in je schip even kan kijken. Ja, cargo. Moet je de map openen en dan zie je precies wat je in je schip hebt. Ik heb bijvoorbeeld nog 521 cannonballs. Maar we hebben ook al... Ik heb al 6 uncut sapphires. Ik heb ook nog een treasure map trouwens. Ik heb er 2. Volgens mij die sapphires lijkt me dat je die gewoon moet verkopen. Maar ik ga voor nu denk ik wel even alles bewaren totdat ik weet... Oh nee, er staat een craft iconetje bij als je... Zie je, kijk, er staan ook icoontjes bij. Maar ik ga denk ik voor nu gewoon alles bewaren. Maar als je het in je warehouse doet, nodig hebben. Als je het warehouse doet, dan kan je het dus niet meer gebruiken. Dus dan store je het. En als je schip dan ten onder gaat, dan bewaar je het. En als we waarschijnlijk nu ten onder gaan, dan hebben we een probleem. Wat maar die doen, diamanten, die kan je dan beter toch daarin kwijt. Wat wil jij dan doen? Ben je dronken? Heb je je rum opgedronken? Wie? Jij! Wat dan? Wat ben je aan het doen? Ik deed niks. Wat is je aan het... Waarom sta je niet gewoon stil? Wat is er dan? Wat is deze man aan het doen? Wat is er? Je staat niet stil. Ik doe niks. Wat? Ik doe niks. Deze man is nu al dronken. Ik laat hem met rust hoor. Doei. Nee, dat gaan we niet doen. Huh? Oh, je staat niet stil! Oh, we kunnen weer dingen claimen. Het zal wel. Cargo, let's go. Ik zet gewoon alles in mijn cargo. We gaan toch niet ten onder. En anders is het ons eigen probleem. Even kijken, wat hebben we aan een kist? Kunnen we deze openen? Oh ja, hier! Ik heb een kist uit mijn mailbox. Die kan je openen. Back opening. Oh, er zit een nieuwe cannon in.
Een bombard, dat is waarschijnlijk een dikke kanonskogel. Ik heb niks gekregen. Een mortier zeker. Ja, mortier inderdaad. Ja. Ik lekker wel. Alleen, hoe kan je spullen naar je cargo verplaatsen? Want misschien is het wel handig... Volgens mij zit dat automatisch in, toch? Of nee, spullen naar je warehouse verplaatsen natuurlijk. Wat moet hier? Bij dat vrouwtje. Waar? Bij de mailbox. Oh, ze zeggen wel logisch. Het heet letterlijk warehouse. Ga die diamantjes wel even verplaatsen. Ja, ik ga die gemstones even verplaatsen, want... Ik vertrouw er helemaal niks van. Ja, die explosive firearms verplaats ik ook even. Als we dat dan nodig hebben, kunnen we het altijd hier weer ophalen. Dus dat is wel beter. Ja, die Raymond die heeft nog kater, joh. Ik weet niet wat hij heeft gedaan. Maar... Het nam ook heel veel ruimte in beslag, die firearms. Ik heb heel veel eten. Ja, wie is blauw? Liam, jij moet nog even naar de blacksmith toe, anders kunnen we niet verder. Wat moet ik doen dan? Je moet even de quest, zeg maar, completen. Maar hebben jullie al de armor gemaakt trouwens, voor op de boot? Nee, kan dat al? Ja, ik zei net, je kan blueprints kopen bij de blacksmith. Oh! En ik heb eentje gekocht van armor, voor op de boot. Dat is inderdaad wel een goeie, ja. Want dan hebben we iets meer HP waarschijnlijk. Want laat me even kijken hoor. Buy and sell. Oh ja! Cannonball crate. Demi cannon, iron husk. Oh, je armor blueprint. Oh, maar je hebt wel verschillende. Ja, ik heb gewoon eentje gedaan. Ja, dat kan ook. Ja, ik ga even kijken welke het zijn. Een armor is inderdaad wel handig. Of laat me even kijken hoor. Want dit is Iron Husk 1. Die heb ik volgens mij. Ja, je ziet namelijk ook wat je er voor nodig hebt om te maken. Want hier heb je Cast Iron Ingots voor nodig. En hier heb je Acacia Planks voor nodig. En die hebben we al, dus... Oh ja, ik heb die husk 1, volgens mij. Alleen, waar zie je hoeveel het kost om te kopen? Dat staat... Even kijken. Ik zo meteen allemaal geld kwijt ben. Oh nee, het staat gewoon 120 muntjes bij. Oh! Damn tropics. Je kan ook al een longbow gun kopen, maar dan hebben we je wood tarver nodig. Dat hebben we nog niet. Oké, nice. Dat is handig. En in dat geval kan ik meteen die armor natuurlijk ook craften. Oké, nice. Dus die maken we meteen. Kunnen we dat zo meteen op een schip toevoegen. En voor de rest... Ja, kennis hebben we genoeg. Cannonballs hebben we ook genoeg. Ja, ik ben er wel klaar voor. Ik kan sowieso een nieuw contract hier accepteren. Defeat company skirmishers and loot their cargo for the blacksmith. Dus we moeten andere schepen weer gaan vernietigen. Dus die accepteer ik. Armor op je boot. Ja, dan moet je dus die blueprint kopen. Bij de black? Ja, bij de blacksmith. En dan kan je hem daarna meteen weer craften bij hem. En dan moet je, als je weer in je schip start, dan kan je hem stap, dan kan je hem natuurlijk aanzetten. Even kijken, blueprint. Ik had die iron task had ik gedaan. En Raymond ook, want die andere kunnen we namelijk nog niet maken. Daar hebben we nog niet genoeg materialen voor. Hey, tot de volgende keer, Keanu. Dankjewel voor het kijken, bro. Maak er een serie van. We zijn nu echt de game even aan het ontdekken met jullie erbij. Maar er komt vrijdag ook nog een video van deze game online. Als we wat meer weten hoe en wat, dan gaan we gewoon een paar missies voltooien met z'n drieën. En dan kunnen jullie vrijdag sowieso ook nog een video van deze game verwachten. Ja, ik ga denk ik alvast even naar een schip toe. Ik lig gewoon in het water. Oh, lekker bezig. Ja. Want dan kan ik meteen even die armor aanzetten. Eens even kijken. Manage ship. Armor. Iron task. Oh, is plus 65, weet je, joh. Het is wel echt gaaf dat je hem zo kan aanpassen, man. Ik had die... Maar heb ik iets verkeerds. Wat heb je gedaan? Ik had die husk gekocht. Ja? Dan moet je daarna teruggaan, dan moet je hem craften. Oeh, dat ben ik vergeten. Je kan echt veel aanpassen, man. Ik wil wel eigenlijk vuurwerk al vrij spelen. 1000 munten. Is het waard om vuurwerk vrij te spelen met 1000 munten? Doe. Want je hebt rood, je hebt blauw.
Ik heb blauw. Dat is meer paars. Ik heb blauw. Oh, deze is... Bro, dit vuurwerk is 2500 munten. Oh, ik wil het eigenlijk kopen, maar ik ga het niet doen, ouwe. Hoe kan je überhaupt dat vuurwerk... Oh, wacht, ja, hier, ik heb het al. Hier, komt-ie. Kan jij het afvuren? Ja, maar dan... welke heb jij gekocht? De blauwe? De blauwe. Ja, maar ik wil ook de blauwe. Dat komt niet, toch? Ja, oké. Ik wil ook de blauwe. Dit is zo dom. We geven nu al 1000 munten uit aan de echt stront, man. Even kijken. Ik zet hem wel op weapon wheel. Nee, 1, want ik hoef die kamer dan niet te hebben. Oké, nice. Ik schieten dan, joh. Oké, ja, ik heb ook gekocht. Hier, zet sale. Boom. Kijk, wat een beauty. Ik wil wel een andere kleurencombinatie kopen, maar ik ga nu wel even mijn geld bewaren. Hoe vuur je het af? Vierkantje en dan... Oh, hier! Woo! Let's go! Wij zijn echt dom, we kopen nu al vuurwerk, ja. Jongen. Nice. Als we al dat vuurwerk kopen, kunnen we het wel achter elkaar afvuren, denk ik. En als we elkaar kwijt zijn, dan is het ook wel handig. Dan kunnen we elkaar zo vinden. Schip amper geüpgraded, maar wel het mooiste vuurwerk. Hey, zo gaan wij te werk, Bart. Nou ja, zo gaan wij te werk. Ik zie achter me, zag ik al iemand die heeft echt heel ziek vuurwerk. Ja, je kan, ik denk dat je bij andere... Je kan natuurlijk naar verschillende eilanden doen. Ik denk op elk eiland dat je... Die heeft gewoon een doodshoofd. Yo! Vuur hem nog eens af. Wacht, schiet die kant op. Misschien vuurt hij hem nog eens af. Ik hoop het. Peter doet hij nog een keer. Peter, ja, ik wil hem zien. Wacht, we varen even naar hem toe. Dit is die Sven, hè? Ja. Want ik var even die kant op. Oh ja, daar gaat hij! Yo! Die is sick! Oké, ja, dat is wel echt awesome vuurwerk, man. Ja, die is heel fun. Deze game, jongen, even tussendoor. Deze game gaat niet om vuurwerk, maar... Timo dus zegt ook, ik ga er vandoor. Laat de broers hier nog veel plezier. Hey Timo! Ja, mochten we nog een keer samen gaan spelen, zorg er dan ervoor dat je de tutorial hebt afgerond. Maar die is... Oh, Raymond! Wat? Nee, dat ligt niet stil, joh. Nee, dat ben ik niet. Oh, dat is iemand anders. Oh. Ik ga opeens weer de... Jij moet niet een rondje ingedrukt houden, Liam. We moeten naar Noordoosten, jongens, dus let's go. Hier daar. Dat is... Oh, wacht, we moeten nog heel veel wachten op Liam. Noordwest. Even wachten op Liam. Noordoost. Oh, ja, Liam is er, let's go. Arr, piratos! Jij kapitein. Daar gaan we. Oh, nee, je bent je eigen kapitein, hè? Nee, ik praat ook in mezelf. Oh. Ja, dat kan ook niet. Nou, in dat geval, aan jij kapitein. Aan jij kapitein. Eens even kijken. Attack. Oh, we moeten schepen aanvallen en we moeten 3 cogwheels terugbrengen. Dat is niet wat je denkt dat het is. En we moeten als extraatje nog iets anders meenemen. Niet over hem schieten, Liam. Die doet niet eens wat. Oké, ik maak hem ook wel kapot. Ik wel. Ja, ik heb het door. Zo, die is nog sterk ook, joh. Dat kleine schipje van hem. Yo! Ik laat hem zitten. Dat vind ik zielig. Ja. Toedeledokies. Oh, lekker bezig, Timo. Lekker bezig. Want iets meer naar het oosten, jongens. Iets meer naar rechts. Ik zie nog een heel groot schip rechts. Ja, die laat ik lekker varen, joh. Skip, joh. By the way, mocht je de stream aan het kijken zijn en ben je ook geïnteresseerd in de game. Deze stream is gesponsord door Ubisoft. Dus mocht je de game willen uitchecken, check dan even de link in de beschrijving. Check de link bovenaan de chat. Check de link die Raymond, Liam of ik in de chat gooi. Want op die manier word je doorverwezen. Zie je alle informatie staan. En dankjewel natuurlijk Ubisoft voor het sponsoren van de stream. En mijn stamina is op, jongens. Volgens mij kan je ook iets eten waardoor je weer stamina erbij terugkrijgt. Maar dan hebben we natuurlijk eerst wat eten voor nodig, denk ik. Oh, die kokosnoot. Of... Ja. Kokosnoot. Kan je die eten? Kokosnoot. Ja. Waar is de kokosnoot? Ja, die staat bij mij in mijn inventory. Maar ik krijg 20% meer stamina. Hoe kan je inventory zien? Vierkantje. Dan moet je het gewoon in zo'n... Oh, jij hebt het al in zo'n vakje gezet. Ja. Oh, dat is inderdaad wel een goeie, ja. Oh, dat is vuurwerk. Wacht, iets. Hoe zet je het in zo'n vierkantje dan? Ik weet niet hoe ik dat heb gedaan. Ja. Ja. Bro. Ja, ik heb geen idee. Nice. Maar in ieder geval, het kan. Oh, we moeten een stukje naar links. Ik weet niet wat bakbord en stuurbord is. We gaan gewoon naar links. Nou, wij zijn ze lekker aan het zingen. Dat is ook wel leuk.
Oh, je hebt ook nog een rear. Je kan ook nog achter je kijken bij de weg als dat nodig is. Ik heb een gevecht hier. Oh ja, we komen eraan. Liam die zit ook nog in gevecht. Links van je, Liam. Oh, yo. Op aan te sprayen. Ik ga eerst even Liam helpen hoor, Raymond. Oh, mijn crew die is erop. Oh, hij is ook kapot. Let's go. Lekker. Hier, je vaart er nog één achter je meteen. Fire! Schiet hem op de zijkant, dan doe je meer damage. Yes. Oh, dat ben jij. Kijk uit jongens, kijk uit. Ja, hij is bijna neer. Ik heb hem al geloot. Je kan hem al looten voordat hij zinkt, by the way. Dan krijg je volgens mij meer loot. Oh, ik heb gewoon 60 cannonballs. Ja, 60 cannonballs erbij. Ja, ik ook. Oh, we hebben wel die cockwheels. Oh ja. Ik zit weer op 700 zo. En we moeten nu een klein stukje terug, jongens. Kijk uit, Raymond. Kijk uit. Ja, ja. Er komt een schip op ons af. Ja, die moeten we kapot maken. Golf, joh. Oh, die. Ik ga gewoon vol op hem af, hoor. Komt u maar. Jongens, ik ga hem beuken. Oh, oh nee, Liam, dat was jij! Sorry! Ik word helemaal hij weg. Hij is bijna neer, hij is bijna neer. Zo, ja, ik kan niet meer schieten, want ik kan natuurlijk niet naar achter schieten. Want ik rem af, dan kan je sneller draaien. Ik mis alles. Ik heb nog geraakt. Ik heb nog een keer geraakt. Hij is bijna kapot, hoor. Ja, lekker, let's go. Toppie. Ik word nog beschoten bij de way, zit er nog één achter mij. Oh, die golven, joh. Nou, er zijn in ieder geval wel genoeg piraten hier aanwezig. Zo, jongen. Oh, wie is dat? Raymond! Wow! Oh, wat gebeurt er? Yo! Zo, ik was aan het boarden nou, hè? Let's go! Oh, jongens, we blokkeren elkaar. Oh, ik kan nu gewoon alles looten hier. Ik ben gewoon het schip aan het looten, jongens, op een afstandje. Oh, sick. Nice! Oké, dat is wel awesome. Alleen, waar gaan we Culver in vinden? Moeten we dan op een andere locatie? Ik denk dat we naar een andere locatie moeten daarvoor. Oh, dan moeten we wat meer de... Oh, wat meer de zone in, denk ik. Iets meer naar voren nog. Het zuiden. Ja. Zie je zo links twee bootjes nog? Rechts? Ja, we kunnen beter even stil gaan liggen. En dan moet je even de boten scannen. En als je ze scant met je verrekijker, dan kan je zien wat er zeg maar op het schip ligt. Dus dan hoeven ze niet allemaal kapot te schieten. Target to fire. Want dan hebben we natuurlijk een probleem. Ja, we moeten iets dichterbij. Rechts vaart er ook nog heen, dus let op. Oh ja, die kan ik scannen. Ik ga naar die rechter toe. Moeten we scannen. Die heeft... Die heeft het niet. Die heeft het niet, nee. Nee, dus die kunnen we laten. Dat schip links... Deze heeft het ook niet. Verder ook niks. En dat andere schip links, die kan ik niet scannen, want die is te ver. Oh, ik ga tegen hem aanvaren. Oh. Ja, ik zie het. Wajo, dat scheelde niet veel, ouwe. Is er nou een hele grote boot of is dat... Als je bij de hun niet aanvalt, vallen ze volgens mij ons ook niet aan. Ik heb hem nu wel helemaal aangevallen, dus nu moet ik hem afmaken, maar... Zo, jongen. Af en toe schieten ze echt snel. Ik jong, weet. Ja, ik kan kokosnoot nemen. Ik ben om deze heen aan het singelen, hoor. Even aan het reloaden. Fire! Oh ja, ik heb hem bijna. Lekker, dankjewel. Kunnen we de loot weer meenemen. Zullen we teruggaan? We laten die culver in lekker zitten, joh. Dat maakt ook niet uit. Stuurboord is rechts, bakboord is links. Daar ben ik over 30 seconden vergeten. Je moet wel nog die andere. Oh. Oh, dat sturen. Willen we die linker nog uitschakelen of niet? Ja, nu we er toch zijn. Ja, daarom, dat dacht ik ook, ja. Opeens krijg ik mijn wachtwoord en alles. Wat is dit? Zo, vol gehit op de zijkant, jongen. Ik ga echt proberen met de... zijkant te schieten. Dat doe je zoveel damage, man. Ik krijg opeens mijn wachtwoord reset. Ja, vaar hem aan. Komt-ie. Lekker! Kijk dan, joh. Hoppatee! Zo doet hij dat, hoor. Lekker, man. Zit je er nog wel in, Liam, of niet? Ik zit er nog in, maar opeens ging die naar welkom reset your password. Oh, ja, dat is niet de bedoeling. Maar ik kom er ook gewoon niet meer uit. Van PlayStation of van... Ubisoft. Oh. Nou, wij varen alvast terug, ja.
Oh, we moeten rechts er langs. Rechts Raymond er langs. Anders moet je er helemaal omheen. Oh, hele scherpe bocht. Oh. Hey, dankjewel, Rommert Brouwer. Dankjewel voor je sport, man. Dankjewel. Ja, ik moet je zeggen, dus ik vind het nog wel leuk zo knallen, hoor. Ja, oh, hier kokosnoten kan je farmen. Oh, nice. Als we zo meteen vrij zijn om te doen en alles wat we willen, dan... Hier, 18 kokosnoten. Kom maar op. Ik moet alleen denk ik wel veel naar ons warehouse brengen, want ik zit echt bijna vol namelijk. Ja. Oh, en ik heb ook gewoon een kanon gevonden net in het water. Ik ben alleen hoe... als je zo'n megaschip hebt, hoe dat... Ja, daar komen we later inderdaad bij. Ik ben even aan het kijken hoe ik dat eten zeg maar snel kan eten. Oh, wacht, je kan wel editen. Wacht, even kijken. Edit. Oh, hier kan je het aanzetten. Ja, ik heb nu kokosnoten in mijn snelle weapon wheel. Oké, nice. Oké, ja, chill. Oh ja, hier, weer kokosnoten. Oh, je kan het ook op een sneltoets zetten. Pels naar links is voor mij nu gewoon repair kit. Pels naar boven is first person. Oké, ja, chill. En pels naar beneden is nu gewoon snel wat eten. Oké, nice. Dit werkt wel echt top. Nice. Jordi zegt, misschien kan Liam een fixed download op Pirate Bay. Kunnen we die bootjes ook aanvallen rechts? Oh, die vallen elkaar aan, joh! Oh, kom, we gaan mengen. Ja, we gaan mengen! Hier! Oh, die was vol mis. Die was echt knijterscheef. Oh, hij vaart vol om in. Kom maar dan. Kom maar. Yo, wat doe jij? Oh, ik ga je mist hem! Ik ga er flink naast. Hey, je hebt het geprobeerd, hè? Daarom. Ik doe ook wel flink wat damage. Oh, ik moet wel even remmen. Even naar de andere kant op draaien. Kunnen we met de voorkanonnen schieten en dan met de zijkanonnen schieten. Hier, wacht maar, ik vouw hem nog een keer. Oh hier, ik schiet gewoon op hem. Hier! Oh, daar gaat hij hoor, daar gaat hij. Jij bent een gek jongen. Ik lig gewoon niet stil in het water, ik vind het helemaal mooi. Hoppa! Okay. Lekker hoor. Nog meer Ankat Sapphires gekregen. Die daarachter, die is ook bijna stuk. Of die is stuk. Ja, maar daarachter vaart er nog één. Ja, maar die is low HP. Die is al op de helft. Ik ga er gewoon vol op af. Wacht, dan raken vanaf hier. Moet ik hoger? Ik moet hoger. Oh, die was raak. Raymond, ik schiet op jou, vriend. Hier. Kom maar. Flink. Jij vaart er elke keer voor, hou jij. Man, die gaat gewoon helemaal vol. Ik kom er gewoon niet meer in. Even wachtwoord resetten. Ja, maar hij zegt Link doet het niet. Link doet het niet. Even je game opnieuw opstarten. Heb je hem al, Raymond? Bijna. Ik help je af van hier. Je moet ook niet achter hem aanvaren, hè, Raymond. Dan kan je niet goed schieten, bro. Jawel. Je kan nu echt recht op dat... Ja, maar je schiet dan toch maar met één kanon. Terwijl je op de zijkant heb je er knijterveel staan. Oh ja. Oh ja, zegt deze man. Wel, Nice. Maar nog twee keer raken en is die kapot. Hier, ik help je nog even. Ik schiet echt op een afstandje. Hij schiet een flare. Ah, hij schiet een flare. Je gaat er toch al aan. Nu ben jij van mij ook. Kom maar. Ik kan hem niet hitten, joh. Oeh. Waar gaat hij helemaal naartoe? Ja, Raymond, je bent bijna kapot. Oh shit. Nee. Kijk uit. Oké, hij is kapot. Jij ook bijna. Want er komen er nog meer op je af. Oh, jij hebt echt geluk, jongen. Wat is dit voor een boot? Oh, ik ga ook snel. Ik ga ook tegen de... Wat is dit ook voor kampje? Undiscovered. Oh, dan kun je plunderen. Oh, wacht eens even. Even weten wat dat doet, hoor. Oh, hey, ik ga gewoon aan boord van het kamp daar. Wacht, ik kom eraan, ja? Wat is dit? Wat heb ik gedaan? Hey, je kan gewoon dat hele kamp plunderen, ouwe. Oh, er komt een boot achter jou, er komt een schip achter jou aan. Ja, maar ik ben er ook. Ja, achter jou. Raymond. Ja, die kan ik niet raken, wacht. Ik moet omdraaien. Dus hebben...
Ze hebben hulptroep ingeschakeld! Oh, mijn stem slaat over. Yo, ik heb hulp nodig hoor. Ja, oké, deze heb ik kapot. Ja, let's go. Ja, kijk, oh, links van je, links van je, bro! Oh. Oh, dit was niet onze bedoeling. Dat gebeurt er dus als je een kamp aanvalt. Gewoon goed healen. Yo, ja. Ik heb hem goed gehit. Probeer hem achter te raken, achter op zijn brug. Ja, ik word heel hard gehit. Die ene is kapot bijna? Ja, lekker. Ja, ben er weer. Er komt nog een grote aan. Liam, we hebben je hulp nodig, ouwe. Kom maar aan. Zo, is dit voor een mega schip dan? Ik ben nog heel ver weg. Ja, maakt niet uit. Achter jou nog ergens. Achter ons, Raymond. Oh. Raymond, niet tegen elkaar aan. Yo, dit was echt niet slim, ouwe. Ik ben aan het draaien. Oh. Ik heb hem goed gehit. Ik ben bijna aan het draaien, maar ik ben wel aan het reloaden. Oké, okay, maar krijg je echt. Jij moet healen, hè? Wacht, dat kan wel. Ik ben geheeld. Oh, ik heb hem heel goed gehit. Oh. Ja, lekker. Ik maak hem wel af. Je moet niet uit die zone gaan, hoor. Dan ga je uit. Lekker! Oh, wacht! Nice! Is het niet met waves of zo? Kijk, als je boven kijkt. Oh, dit is inderdaad met waves, ja! Oh, dit is sick! Oké, dat is wel vet, ouwe. De lichting. Ja, want nu krijgen we betere loot, inderdaad. Kijk maar. Ja. Dus hoe langer we het hier overleven, hoe betere loot we krijgen. Oh, er komen nog meer schepen nu dus. Links, Raymond. Ja, wacht, hier ligt loot. Ja, ga even schieten. Ik heb hem al geraakt. Ik ook. Oh, pas op hoor. Wacht, ik ga even... Yo. Raak hem op de zijkant. Ik stuur even goed. Ik heb een volgit op de zijkant. Ja? Jij is kapot. Nog meer? Volgens mij wel. Krijgt hij wel veel zilver van, man. Ja. Ja, dat hele kamp staat daar nu in de fik. Dus hoe langer we zijn hem gewoon aan het veroveren. Hoe langer we hier blijven... Oh, mijn cargo is vol. Echt? En mijn cargo is nu al vol! Kun je niet gewoon wat dismantelen ofzo? Oh, hier, boot bij mij. Boot. Ik kan wel wat repair kits weggooien, want daar heb ik toch niks aan. Oh nee, dat gaat niet, denk ik. Oh, er komt er weer een schip aan. Hij komt ook echt op me. Oh. Hij kan het vol op je afvuren, varen. Oh, tuurlijk. Ik heb hem goed gehit. Hij is al bijna kapot. Hier, mijn crew gaat. Oh. Bijna kapot. Ik ben aan het reloaden. Okay, let's go. Lekker. Ja, bovenin is die aan het optellen. Het zijn inderdaad gewoon een soort waves die we moeten overleven. Ja. Ah, dit is wel vet gemaakt, man. Nee, ik kan nog steeds first person, Rafael. Het lukt nog steeds. Oh, kijk. Zit ja, hier, nu hebben we... in die missie van jullie, denk ik. Ik heb ook geen idee waar jij bent. Ik ben nu bij jullie. Oh, oh ja, die... wij, hebben het nu, wij hebben nu dit kamp overwonnen. Nice. Maar kunnen we hier nu ook wat doen, of? Ja, die loot meenemen, dat is het, denk ik. Maar mijn cargo zit helemaal vol, dus ik kan letterlijk niks meer meenemen. Oh, wat gebeurt er nou dan? Ik moet die ene wat we net hadden om een mappie... Ja, die moeten we ook nog steeds doen. Wij zijn er ook nog steeds. Die, 26 planken zitten er nog in. Hoeveel planken? Oh, ik heb al 47 planken mee. Ja, dikke vinger, dan laat ik het lekker liggen, hoor. Doei! We moeten gewoon allemaal in de warehouse gooien en dan kunnen we daarmee weer gaan craften. Dus we kunnen nu terug naar het land. Dan neem ik even wat spul mee. Nou, als het er nog ligt voor jou. Oh, Liam! Liam! Rechtsom. Wat ben je nu eigenlijk cargo verloren als je beukt? Oh, volgens mij als je kapot bent kan je sowieso minder cargo meenemen. Oké, dus ik vind het wel interessant. Ja. En ik heb volgens mij ook geen stamina meer. Dus als ik dan iets eet, dan heb ik waarschijnlijk wel weer stamina. Ik kan namelijk niet meer harder... Oh nee, ik kan niet meer harder varen! Omdat mijn hele schip vol zit! Oh, dat is ook nog een ding wat meestal. Dus ja, okay. Dus als je schip te zwaar is, ik kan gewoon niet sneller varen dan dit. Ja. Ah! Oké. Ja, ik ga wel denk ik even dit editen. Dus ik die even unequip. Wat is dit?
Hier kan ik ook wat doen. Weercamera. Oh, ik heb nu iets gevonden waar je allemaal dingen kan... En kan kopen. Oké. Okay. Oh, dit is first person. Oh, je kan hem echt in first person zetten. Dit is sick! Hoe doe je dat? Yo! Veldje naar beneden. Ik heb het net ingesteld. Je kan letterlijk dat hele menuutje, dat vest... Ja, hoe noem je dat? Vest accessible menuutje kan je helemaal aanpassen. Oké, dit is wel echt leuk, man. Liam, die gaat 10 keer sneller dan mij, want mijn hele schip zit vol. ik kan niet meer sneller, man. Ja, ik 4. Ik kan niet meer sneller. Ik moet echt even wat spullen eraf gaan halen. Ja, dus ik kan nu in de mast kijken en ik kan nu first person kijken. Oké, dit is sick. En wat is dit dan? Dit is de achterkamer, hè? Ja, oké, die gebruik ik toch niet zo vaak. Zelfs als je daar dat snel allemaal in kan klikken. Dat is wel nice. Ja, dankjewel, Rafael. Kijk, Rafael heeft goede tips. Nou, ik moet nog wat dichterbij varen. Ik kom eraan, hoor, jongens. Hebben jullie een momentje? even kijken, hoor. Skrinks. Die had nog een 1 euro en een 10 euro donatie achtergelaten. Dus sowieso... 2 high fives voor jou, jongen. Dat zegt erbij Jan het geitje. Hé, hey, dankjewel. Oh, dat is een schaap. Wacht. Nee, hey, dat is een geit. Oh, nee, dat is ook een schaap. Ja, dat is toch 1 pot nat. Ja, dat is wel waar. Dankjewel, Skrinks, als ik het goed uitspreek, voor je donatie, jongen. Dankjewel voor je support, bro. Dankjewel. Ja, we beginnen... Oh, nu zijn jullie opeens wel blij dat ik er weer ben, motherfuckers. Net zitten jullie me nog uit te lachen. Ja, ik ga wel even kijken dan, jongens, of ik even wat meer blueprints kan kopen. Ik heb een kist. En misschien of ik wat, nog wat meer kan craften of iets. Ik ga gewoon even exploren. Kijk, hoe kan je... Wat heb je... Oh ja, hier heb je betere ranks voor nodig. Oh, hunting spear. Ik kan een betere hunting spear maken, volgens mij. Ik heb hunting spear 2 aan mijn kist. Oh, echt? Een blueprint, volgens mij. Ja, ik heb hunting spear 2 net gemaakt. Dat kan je bij de carpenter maken. Ja, dan ga ik er even in. Oh, je hebt ook nog heel veel furniture die je kan maken. Oh, joh, je hebt echt veel, man. Wacht, even kijken bij zijn blueprints. Een rope locker. This blueprint is a receipt for new furniture. Increase acceleration... Die heb ik al. Oh, wacht, die heb ik al. Die hadden we natuurlijk net. Dus repair kit nummer 1, dan kan je dus zelf repair kits maken. Dat is op zich ook wel handig, dus die koop ik gewoon. Dat is toch maar 20 munten. Oh ja, hunting spear, maar daar hebben we niks meer aan. Ja, ik heb die... Oh, en je kan spulletjes verkopen bij hem, man. Maar die speren gebruiken we toch niet meer? Nee, maar wel als je nog op dat andere schip wil rondvaren. Dus ik heb hem gewoon gemaakt. Dat maakt op zich niet uit, dat kost geen ruimte. Je kan het gewoon allemaal maken en dan kan je het later op je schip toepassen of niet. En hier hebben we dus dit contract voltooid. Je moet ook even bij de blacksmith het contract voltooien. Hey, tot de volgende keer, Super Bart. Zo, tot de volgende keer. Dat is het doel van het spel, je schip zo ver mogelijk upgraden, dat je zo sterk mogelijk wordt. Oké, awesome. Ik heb een restoration kit acquired. En volgens mij zijn we rank omhoog ook, als ik eerlijk ben. Restoration kit? Contract complete, nice. Hey, Demi Cannon. Ja, en we zijn rank omhoog. We zijn nu een rover. Kijk. Dan hebben we dus alweer meer spullen ook vrijgespeeld. En we hebben bij hem meteen ook 2 nieuwe quests. Maar ik wacht heel even met de quest accepteren, ja? Laten we heel even kijken hoe en wat. Demi Cannon. Ja, Demi Cannon. Ja, Demi Cannon 1 die koop ik. Ik heb heel veel munten, dus ik koop Demi Cannon 1 ook. Kijk, hoe kan je die kopen? Dan moet je eerst de blueprint hebben. Ja, eerst de blueprint kopen, ja. Kijk, hoe doe je dat? Het beste is denk ik gewoon om al die blueprints sowieso te kopen, want dan kan je het dus gewoon maken wanneer je wil. Want je hebt ook een longgun blueprint, een bombard blueprint, dan kan je gewoon de cannons maken die je wil. Ga ze gewoon allemaal kopen. Ja, ik heb ze gewoon allemaal gekocht. Dan kunnen we gewoon eigenlijk maken wat we willen. Dat is veel beter. Ja. Craft nieuw items, dus bij... Oh! Oh, je kan nu ook al een culverin... 2 maken, jongens. Maar dan moet je waarschijnlijk... Dan moet je denk ik wel culverin 1 gaan verkopen. Ja, of... moet je die niet gewoon upgraden? Of... Nee, volgens mij moet je ze maken, want dat is natuurlijk een heel ander kanon. Ik denk niet... Want ik ben sowieso te zwaar, dus ik moet sowieso wel iets verkopen. Wacht, laat me even kijken. Wat als ik Demi Cannon 1...
blueprint is dat dan? Ja, Culverin. Ik heb ze alle twee verkocht nu. Wacht, laat me even kijken, ja? Dan heb ik als het goed is nu genoeg ruimte. Dan kan ik deze nu craften. Ja, 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 ja. Ik maak nu een beter kanon. Ja, oké, okay, nice. Je kan de stream altijd terugkijken. Taco Tano. Zeker. Ik heb nu alleen wel een probleem, want ik heb... Oh, shit. Ik kon er maar één maken. Dus, oh, nu heb ik alles verkocht. Dat was niet heel slim. Ik heb namelijk bronze ingot nodig. En dat hebben we natuurlijk nog niet. En wat is een demi-cannon dan? Fire deadly shrapnel that rips ship apart at short range. Ja, die is voor short range, Liam. Oh. Ah, we varen toch vaak dichtbij. Klopt, die is op zich... Ja, ik heb die in die Culverin. Als ik doet die ook nou... meer damage, of? Damage 528 en die andere 500. Oh, en de fire rate... Fire rate is wel echt slow, man. Ik denk dat ik er twee maak, dus zet ik die op de zijkant. Damage per shot 132. Damage per shot 500. Die Culverin is wel veel beter, hoor, Liam. Alleen die andere, die knalt letterlijk het schip. Als je die voorop zet misschien... Ja, ik maak... Ja, die Culverin kan ik nog niet kopen. Oh. Ik maak sowieso even twee Culverins. Dan kan ik de voorop zet ik dan die sterkere, denk ik. Oh, je kan wel die Bombard. Ja, die Bombard die kan ik ook maken, maar dat hoef ik eigenlijk niet. Longgun kan ik ook al maken. Bombard is die mortier. Dat zijn gewoon shells die van bovenaf erop landen. En je hebt ook nog een longgun. Yo, die longgun doet damage 1100. Eigenlijk moet je die longgun... Ik kan hem niet maken, want ik heb wel een Wootorf. Nou, die longgun moet je eigenlijk voorop zetten. En als je dan dichterbij bent, dan val je hem daarna aan met andere cannons. Dat is op zich wel echt slim. Oh ja, ik moet nog twee Wootars. Is dat? Oké, okay, nice. Ja, ik heb denk dan wel alles, jongens. Ik bijna. Ja, laat me dan... Ik ga heel even terug naar mijn schip. Ik ga heel eventjes kijken dan hoe en wat nu. Want ik moet sowieso nog even wat wegdoen ook. Oké, wacht, laat me even kijken. Dit zijn de Culverin 1. Ja, Culverin 2 zet ik dan... Nou, die wil ik eigenlijk aan de zijkant hebben. Wacht. Ik zet Culverin 2 links. Chat, onthoud even, de Culverin 2 staat links. Oftewel, mijn linkerkanonnen zijn sterker dan mijn rechterkanonnen. En dan zet ik mijn... Ik zet mijn mortier op de voorkant. Let's go. Dan moet ik alleen even kijken. Heb ik nog meer Culverin 2's of niet? Oh, wacht. Die staat er al op. Oh, nee, nee. Dus mijn rechterkanonnen zijn nu het slapst. Dus dat moeten we even met z'n allen onthouden. Ja, oké. Dan staat die erop. Furniture hebben we ook extra furniture nu. Increase elemental damage multiplier of Culverin bij 90%. Dus dan moet die op furniture slot 2. Dan hebben we die erop staan. En je kan inderdaad... Oh, ik kan inderdaad de naam van het schip aanpassen. Chat, hebben jullie een idee voor de naam van ons schip? The Triumph of Victory. Nee, grapje. Nee, hou op. Hebben jullie een idee voor een schipnaam, chat? Hoe heette die van jou, Liam? Badkuip. Die van Liam heet Badkuip. Oi, oi, oi. Badkuip. Nice. Ja, het is wel een goeie. Het lijkt wel een beetje op een badkuip, ja. Ik heb twee hull armors erop. Ik wil hem eigenlijk gewoon Dick Bill noemen. Dick Bill? Ja, Dick Bill. Iemand zegt blub. Nou, liever niet. Ben ik al mijn loot kwijt. Yo, Dirk, jongen. Welkom bij de stream, man. Oh, iemand zegt badmand. Spullenbreaker. Piratenpower. Bad-eentje. De kaasmand. De Black Pearl. Oeh, die klinkt... Oh, dat is toch van Pirates of the Caribbean, of niet? De Blobfish. De poepdoos. Nee, ik noem hem gewoon Dick Bill. Ik vind Dick Bill wel leuk. Oké, okay, ik hoop dat het kan. Maar... Ja! Oké, okay, let's go. Hij heet Dick Bill. Mijn heeft ook een nieuwe naam. Oké, okay, dan wil ik nu alleen nog even... Ik moet nu even wat kennis verkopen. Ik heb blijkbaar kennis gemaakt, maar ik had nog kennis.
Kunnen we eigenlijk traden, by the way? Wacht. Wie is wie? Ik ben hier. Ja, wacht. Oh, ja. Kunnen we traden? Dat kan. Send trade request. Ja. Even kijken. Accept. Oh, ja. Ik kan jou nu gewoon een kanon geven als je zou willen. Ja, maar daar heb ik niks aan, want ik heb echt een stuk of 8. Oh. Maar het kan wel. Ja, het kan wel, maar ik hoef ze niet. Ik heb hier voor jou een kokosnoot. Oh, wil je ook een kokosnoot terug hier? En dan? Hoe werkt het nu? Ik zit trouwens echt heel vol. Ja, ik ook. Wacht, hoe kan ik nu confirm? Oh, hier. Moet je op startknop drukken. Confirm, startknop. Naast je driehoekje. Oh, nee, niet de kanon! Niet 5 kanonnen erbij! Ga weg! Ja, ik ben ready. Bro. Ja. Alsjeblieft. Nu heb ik 5 kanonnen erbij. Ik ga ze gewoon alle 5 verkopen ook. Heb ik het geld, nee, dus dankjewel. Ja, maar ik heb weer een kokosnoot erbij. Nou, dat is wel waar. Ik heb nu 7 van die kanonnen. Ik ga ze... Er zijn ook maar 28 munten. Nice, daar heb ik ook echt wel veel aan. Moet je al dat eten eigenlijk mee? Al dat eten? Nee, op zich niet. Ga ik dat even allemaal in mijn warehouse? Maar eigenlijk kan je gewoon alles in je warehouse zetten, toch? Want dan is je schip gewoon weer helemaal vrij. Oké, wacht. Ik ren weer even terug naar de warehouse. Het arg schip. Ik heb I4. Even kijken naar mijn mail, hoor. Oh, ik heb weer een kist gekregen. Let's go. Je moet ook vaak bij een mailbox kijken, jongens. Er zit best wel vaak iets in. Ik heb net ook even gekeken, ja. Even een kist openen. Yo, ik heb crowbar 2, pickaxe 2, sickle 2, saw 2. Let's go. I like it. Ik heb allemaal materialen. Oh, en ik heb iron husk 2, een betere armor. Oké, chill. Ga ik heel veel hier naartoe. Wat kan je met dat scavenger? Me good business. Met de wat? Kan je daar dat scavenger boot. Kan je daar gewoon je schip mee maken? Dit ziet er vet uit. Wat? Scavenge. Zoiets. Ik heb geen idee wat alles doet, ouwe. Het zijn houten planken die gebundeld zijn. Ik heb geen idee. Dan ik ben even snel wat cannonballs. Ik hoef niet zoveel cannonballs mee, dus ik zet er gewoon even 300 in mijn warehouse. Want anders heb ik er ook echt geen drol aan. Zo, op 2. Ik heb hier ook nog 2 kanonnen in staan. Dan ga ik die weer even terugbrengen, want dan kan ik die verkopen namelijk. Eens even kijken hoor. Ballista bolts, die hou ik wel. Die iron en alles doe ik ook allemaal even in mijn warehouse. Dat ik wel iets meer ruimte heb. En die planken kunnen nu ook al allemaal naar een warehouse. Dat zijn namelijk voor crafting doeleinden handig. Dus ook voor crafting doeleinden. Ik zet even alles in mijn warehouse. Oh, hier, broken plank. Die kan je wel verkopen, denk ik. A piece of wood that I can lose from a haul. Requires crowbar to harvest from shipwrecks. Oh, dit zijn allemaal kapotte dingen. Ik denk dat je die kapotte dingen inderdaad gewoon kan verkopen. Ja. Dus dat is ook precies wat ik ga doen. You're good. Explosive fire. Yo, Spaceman. Welkom bij de stream, jongen. Cell. Oh nee, deze wil ik niet verkopen. Deze wil ik verkopen. Deze wil ik verkopen. Ik krijg ook maar 5 munten voor. Ik heb opeens 2 armor. Ja, ik ook. Hoe kan ik we hebben net een armor gekregen uit dinges. Ah, vandaar. Oké, ja, dan kan ik. Verkopen, toch? Ja, maar het is wel armor level 2. En op je schip staat er waarschijnlijk nog steeds armor level 1. Zal ik het volgende contract aanzetten? Ja, is goed. Even kijken. From commanding respect to intimidating rivals, a pirate's garb speaks volumes of their reputation. Dress yourself anew and mark your rising status in Sand and Pirate community. We hebben ons al verkleed. Maar volgens mij moeten we dat nu verplicht doen. But you look like shite, mate. Oh, je hebt maar 150 fucks die je kan gebruiken in je warehouse. Hij staat nu echt al helemaal vol, namelijk. Ja, we moeten nu inderdaad een pakje gaan kopen, jongens. Verplicht. Ja, dat wordt lastig voor mij. Hoezo, heb je net al je geld uitgegeven? Ik heb mijn boot getuned.
Ja. Kan je eens kleding kopen. Nice. Kijk, waar was de kledingwinkel? Oh nee, je hebt 140 plekken in je warehouse. Maar je kan wel heel veel van hetzelfde doen. Oké, dat is niet erg. Ik ga wel even kijken voor een betere outfit, jongens. Ik ga voor een andere... andere schoenen. Andere schoenen, dat is ook alles zeker. Kijk, ook gewoon, je kan bij de way ook gewoon een complete outfit kopen. Ik weet niet hoe duur dat gaat zijn. Volgens mij heb ik echt maar 38 muntjes of zo nog. Of is het niet gewoon een hele blackout outfit? Oh, nee, dit is echt een mannenoutfit. Ik ben een vrouw in de game. Hoe duur is het als je die hele set wil kopen? Staat dat er? My hair has had better days. Weet je wat? Will that be all? Ik koop gewoon de hele outfit. Zie ik er namelijk even iets anders uit dan jullie. Zo, er ging allemaal geld. Hoppatee. Ik heb een complete outfit, jongens. Letterlijk gewoon helemaal vers van de pers. Nice. Let's go. Hey, dankjewel, King Forever. Dankjewel voor je support, jongen. In dat geval ben ik er klaar voor, denk ik. Ik bijna, denk ik. Hoop ik. Ja, ik kan niet eens... Ik kan niks kopen. Volgens mij moeten we gewoon terug naar de blacksmith, als ik eerlijk ben. Ik zie er nu al iets beter uit, moet ik zeggen. Zo, ik heb mijn outfit gesubmit. Je kan hem bij de blacksmith, kan je outfit submitten. Build your infamy. Opportunities of greater reward and risk shall come your way. If any pose too fierce a challenge, I'll forge you something deadly. Oh, kom maar op, jongen. We zijn er klaar voor. Nice. Nou, dan hebben we die voltooid. Dat was moeilijk. Alleen, jullie moeten hem ook nog even voltooien. Dus ik moet even wachten tot jullie me hebben voltooid. Oh, ik heb gewoon mijn hoed aangekregen. Ja, maar dat maakt niet uit. Ja, dat maakt niet uit. Het maakt volgens mij helemaal niks uit of je überhaupt iets aanzet. Ik ga wel even de betere armor op mijn boot gooien. Armor. En dan in plaats van level 1 gaan we door naar level 2. Geef meteen letterlijk het dubbele aan armor erbij. Dus dat is chill. Ik een aapje. Oeh, je hebt best wel vet een... Yo. Oh, je hebt echt vette schepen skins, man. Ik kan het alleen allemaal nog niet kopen, dus dat is wel jammer eigenlijk. Beter is die layered scale, toch? De wat? Die de basics. Heb je er nog eentje ernaast? Bij wat? Bij de armor. Weet niet, ik heb gewoon level 2 aangezet. Oh, die heb ik nog niet. Oh, je hebt ook een hele logboek. Oké, ja, duidelijk. Oh, ik moet mijn logboek ook echt openen, of niet? Oh, hier heb je de verschillende schepen, jongens. Ik kan het alleen nog niet heel goed zien. Maar uiteindelijk ga je echt naar een mega schip, jongen. Dan heb je waarschijnlijk ook echt honderden kanonnen erop staan. Lijkt me wel heel vet. Gewoon sprayen met die dingen. Ja, dan begint het echt te werken, ja. Maar ja, dan krijg je ook echt hele grote boten tegen je. Lijkt mij. Ja, want de schepen worden natuurlijk ook steeds sterker en sterker. Ja. En nu zei er ook iemand dat we naar het bounty board kunnen gaan. Maar volgens mij is het bounty board PvP in plaats van PvE. Dus dan speel je tegen echte mensen. Dus ik denk niet dat het heel slim is om daar al naartoe te gaan. Ik ga wel even kijken bij de blacksmith, want hij heeft volgens mij nog een missie voor ons. Het is dan wel een sidequest, maar op zich maakt het niet heel veel uit. Even kijken hoor. Sink Company warships to loosen their control of the Red Isle waters. Die kunnen we wel vertooien. Ja, dat zei ik net. Hij gaat maar napraten. Dan blijf je ook nog video's uploaden in de vakantie. Wanneer is het vakantie? Volgende week. Oh, jazeker.
Ja, het ligt eraan. Noord heeft volgende week volgens mij... ja, de rest daarna. Volgens mij, ik heb geen idee. Oh ja, ja nee, ik heb ook geen idee. Waar kan ik... ik heb net een... Oh hier, journal. Ik heb net een andere missie geaccepteerd, maar die moet je dan wel even aanzetten natuurlijk. Hier. Oké, okay, ik heb de missie... ik weet niet of jullie hem ook aan moeten zetten. Checken jullie nu de juiste missie of niet? Welke is het? De Strike the Iron. Zie niks. Nee. Oh, als je naar je map gaat en je drukt op vierkantje, dan zie je een missie staan. Oh ja, ja, ik zie hem. En dan kan je als het goed is die Strike the Iron kan je tracken. En dan hebben we dus weer allemaal dezelfde missie. Oké, top. Right. Even nog wennen hoe dit allemaal werkt, joh. Ja, ja, maar daarom is het wel... Ik vind het wel leuk, want dan zijn we met z'n allen aan het uitvogelen namelijk. En dan moeten we nu even kijken waar we dan naartoe moeten. Oh, die map is ook heel groot, joh. Zo, die map is mega. Even kijken. Yo. Ja, dat is een hele goeie. Waar moeten we heen? Ja. Wat moeten we... Hè? Moeten we niet gewoon bepaalde schepen... Ja, ik denk dat het is. Company rammers moeten we namelijk kapot maken. Maar we hebben die niet op de map staan, volgens mij. Ik denk als we gewoon een rondje varen, dat ze misschien wel gewoon richting ons komen. En wat zijn die vraagtekens? Oh, dat zijn landen die nog undiscovered zijn. Ja, oh, jullie zitten ook op je schip. Ja. Ja. Oh, ik, nice. Ik dacht, we kunnen ook doorgaan met de main quest. Maar jullie zijn nog aan het varen. Ik kom er ook wel aan. Zit al een gevecht. Ik kom eraan. Let's go. Oh, ik heb geen ammo voor die... Oh, heb ik wel ammo voor die mortar? Oh, ja, zeker, yo. Ik ben benieuwd wie die mortar gaat schieten nou, hè. Zo, ik heb eentje, joh, die schiet hard. Ik ben ook benieuwd hoe ver die kan schieten, want ik heb geen idee. Want ik vuur hem even af, hoor. Even testen. Kijk uit, jongens. Oh, mijn crew, die attack met muskets, wat? Oh, ik heb inderdaad ook geen ammo voor die mortar. Die moet ik dus ook nog maken. Ik weet niet aan welke kant ik mijn sterke kanon had. Ik had hem volgens mij links, dus ik schiet nu met de verkeerde. Ik doe wel 69 damage. Let's go. No ammo. Ja, ik heb geen ammo voor mijn mortar, dus die moet ik ook nog even maken. Dan heb ik liever die andere kanonnen erop. Probeer hem. Oh, dit is een level 9 schip, of niet? Maar hij doet wel goed damage. Ja, dit is een level 9 schip, dus kijk uit, mannen. Oh, ik moet alweer... Ai. Oh, okay. Arr! Ik moet even weg. Ik heb hem goed gehit. We doen bijna geen damage. Turn. Dit schip is echt knijtersterk. Dit is niet van ons niveau. Ik weet niet wie deze heeft aangevallen. Ja, dat kan mij... Hij is wel bijna kapot. Hij is bijna kapot. Ik heb de achterkant opgeblazen. Nu op de voorkant. Voorkant. De boeg focussen. Er zit nog een weak point. Jij moet repairen, Raymond. Ja, ik weet het. Maar ik heb 40 seconden... Ik heb hem goed gehit. Hij is bijna kapot. Ja, hebben hem. Ja, we hebben hem. Let's go. Nice. Wow, yo. Deze hadden we echt nog niet aangekund, hé. Oh, Liam, kijk uit! Ja. Oh, jongens. Oh, er zit niet echt een rem op dit ding. Nee, nee, je moet eerder remmen dan je eigenlijk wil remmen. Volgens mij lag er ook geen loot. Dat gaat helemaal door. Yo, Christian, jongen. Nee, wel, voor mij hebben we geen loot gekregen, nee. Nou, hier daar nog een boot. Strak, wacht. Maar, hebben we er niet nu... Hoeveel moesten we er net laten zinken? 1 of 2 voor die missie? Zoiets? 2 of zo? Want er staat... Ja, ik moet eigenlijk even ammo kopen voor die mortar, jongens. Ik ga even terug. Want ik heb helemaal, ik kan niet van voren schieten. Nee, ik dus ook niet. We moeten andere ammo hebben voor die andere guns. Even terug. Dus ik ga heel even terug, ja. Dan gaan we zo meteen weer verder. We vergeten gewoon fucking ammo te kopen. Oh. Ik dacht, er zit een story mode in. We zijn ook de story mode aan het doen. Maar nu zijn we heel veel sidequests aan het doen. Er staat, by the way, dat we een company rammer kunnen tegenkomen... Zodra we een locatie plunderen. Dus wat we net eigenlijk deden, Raymond. Ja, dan ben ik volgens mij nu weer. Oh, dat is niet heel slim, want wij zijn er niet. Ik vaar je Ik zal weg. Gewoon er wegvaren, ja. Oh, ze zijn al friendly. Moeten we wel even kijken hoe we die ammo kunnen kopen, Liam. Ja. Dat is wel een goeie. En anders zet ik gewoon die andere kanonnen er weer op. Alleen PS5 release. Nee. Hij is ook op Xbox, ook op PC. Je kan Skull & Bones letterlijk overal spelen. Ik heb het linkje van de game in de chat gezet voor degene. Kijk. Dank u wel. Even koekloeren. Ja, even kijken. Hoe komen we aan ammo voor de mortar? Moeten we dan een bepaalde blueprint hebben? Wacht, craft new items. Ammo.
Amortar. Oh, dit zijn... Ah, die is nog niet... Oh, die hebben we nog niet. Oh, dan moeten we eerst een andere rank hebben. Oh, maar in dat geval, dan ga ik die Mortars dan natuurlijk nog niet opzetten. Ga ik gewoon weer mijn... Hoe heet dat ding? Longgun? Ja, ik ga gewoon weer terug naar de Culvering. Culvering. Ah, ja. Wat kan je... Oh ja, hier, ammunition zie je cannonball staan. Ja, ja, het staat er ook bij. Oké, want dan zet ik deze op mijn voorkant. Die kan ik toch craften. Ik vind die demi-dingen ook niet echt... Tenderend. Nee, die zet ik nu op de voorkant. Die schiet namelijk shrapnel af. Ik stream alleen op YouTube, Xander. Zeker. Zullen we dan even zo'n stadje gaan plunderen? Ja, ik lig hier in het water. Oké, wacht. Ja, wij komen eraan. Laat me heel eventjes dat kanon eraf halen. Want ik kan nog geen mortars maken. Dus ja, dat is een beetje zonde. Ja. Zet ik even Demi Cannon erop. Wacht hier op jullie. En ik had... Ja, oké. En die Demi Cannon gaat wel hetzelfde, toch? Qua ammo. Volgens mij wel. Maar ik ga dat nu voor je checken. Ho. Kijk, ze zijn er klaar voor, hoor. Hij schiet shrapnel af, maar het lijkt me dat dat... Nou, ik weet eigenlijk niet of dat hetzelfde ammo is. Oh ja, hetzelfde ammo. Gewoon cannonballs. Top. Oké, let's go! Waar ben jij, Raymond? Ik lig bij een stadje. Dus als jullie naar mij toe komen... Oh, ja. Ja, we komen eraan. Kunnen we deze meteen doen? Ja, let's go. Dus echt, voor jullie is het recht naar voren varen. Ja, de eerste YouTuber die Xander zegt er geen Sander. Ja, maar er staat toch een X, dan is het toch Xander? Nee, heb ik niet meer gekeken, Christian. Maar dat zal ik wel een van deze dagen even doen voor je. Ik vind het nog wel leuk, jongens. Ja. Ja, ik ook. Dus je leert ook steeds meer dingen. Klopt, dit is even uitvogelen. En die first person view is wel echt, echt mooi, man. Ja, dat is wel heel vet. En ik ook. Sails, de wind waait. Ja, sick. Zo, maar hier staat ook een mooi landhuis op, joh. Oeh. Ja, maar ja, we gaan dat toch echt even veroveren. Ja. Dus zeg maar wanneer ik kan beginnen met schieten. We komen eraan. Liam die vaart. Oh, naar links, Liam, naar links. Rechts is ook een boot. Ja, we moeten in deze zone. We gaan dat stadje veroveren. Ja. We moeten heel veel wachten tot Liam er is nog. Oh, ik heb van nieuw hier gevonden. Oeh, nice. Lekker. Maar... Kijk, ik ben er. Volgens mij moest je langs dat... Je moet hier toch ergens liggen of zo? Oh ja, plunder. Ja. Ja, we gaan hem nu plunderen. Ja hoor. Jij ook, Liam? Ja. Oké, let's go. Oh, er vaart al schip. Er vaart al schip. Zo, hey, die andere cannon, hey. Zo, dat ding gaat hard. Ja, die, maar die vuurt ook gewoon alle kanten op. Oké, let's go. Deze is kapot. Kijk uit, Liam. Oh! Mijn mast. Thanks voor de rem. Ja, alsjeblieft. En er ligt nu al loot. Ik ga de loot gewoon laten liggen totdat hij helemaal alles erbij is. We moeten nu gewoon hier blijven. En door hier te blijven, dan veroveren we eigenlijk dat land daar. Oh, er komt weer een boot aan. Laat even vuurwerk afschieten, jongens. Dat is ook belangrijk. Oh, let's go. Er nog drie boten. Kijk uit. Raymond die vaart ervoor. Oh, joh, die was op zich wel gewoon raak. Maar ik ben aan het reloaden, hoor. Je ziet ook die lijn in je beeld, by the way, jongens. Ik weet niet of jullie dat al door hadden. Ja. Dat is de lijn dat je wisselt van cannon. Klopt. Dat is ook wel handig. Oh, nieuwe loot. Yep. Ik kan beter gewoon stil gaan liggen, denk ik. We veroveren dat hele land gewoon namelijk. Kijk, alles staat nu in de fik daar, jongen, op dat eiland. Even vuurwerk schieten. Woe! Waar is jouw vuurwerk, Liam? Hiro. Oh, heb je ook? Oh, nee. Hiro. Zit alleen in dit knalvuurwerk. Ja, ik zag het. Ja, het sturen gaat nog niet helemaal top bij ons, maar dat maakt niet uit. Oh, ik snap het nut van dat vuurwerk al. Dan kan achter je ons support vragen. Oh. Dat is het. Maar dat hebben we niet nodig, joh. Nee, joh. Kill all enemies. Oh, pas op. Achter ons!
Achter ons! Oh, mortieren. Wajo. Blijf in beweging nu, jongens. Oh, ik vaar er denk ik gewoon op af, hoor. Focus op die grote. Focus eerst op die grote. Helemaal goed, Gis. 700, G. Lekker. Hij is bijna kapot. Nu focus op die kleine. Oeh. Waar is die? Ik kan die kleine niet zien. Er zit alleen maar vuur hier, man. Ik heb hem heel hard gehit. Oh ja, ik zie hem. Ik heb hem ook geraakt. Ik heb hem ook hard geraakt. Oh. Is er nog kleintje voor mij? True boarding. Die ene is kapot. Nee, bijna. Ja, die ene is kapot. Zit er nog één? Ja, hier. Ja, nee, die ligt een stuk verderop. Maar... Zo, jongen. Die zag ik even niet aankomen. Die kwam uit het niets, joh. Op een bootje. We kunnen er nog meer komen, hoor. Oh, jullie schieten daar helemaal op, joh. Oh, die Tim in, joh. Oh, pas op. Er komen er nog meer. Zelfde kant als net. Twee grote. Oh, jeetje. Ja, ik zie het. Zo, hij gaat tegen me aanvaren. Hey! Even normaal doen. Ik heb die 1 al goed gehit. Focus eerst op die. Ja, focus eerst op die bijna kapot is. 700. Lekker. Pas op, mortieren. Deze is ik ga tegen het eiland aan knallen. Ik kan niet meer remmen, namelijk. Wajo. Oh, die mortieren komen bij mij. Ik moet. Oh, yo. Wajo. Kijk uit, Raymond. Oh, zo. Ik heb hem heel goed geraakt. Lekker. Nice. Nu de kleine nog. Nog één kleine. Hard gehit. Hoppatee. En hij is nu. Hoppatee, let's go. Lekker, man. Ah, dat ging nog wel goed zo. Hey, Ja, we hebben hem helemaal compleet. We hebben hem helemaal gehaald. Ja, hoor. Nice. Ik ben iron aan het hakken hier. Oh ja, dat kan inderdaad ook op sommige plekken. Je kan heel veel plekken inderdaad hakken of omgooien of meenemen. Oh, joh, we zijn allemaal aan het zingen, joh. ik ga heel even dat weapon wheel nog aanpassen. Wacht, even kijken. Kan je je... Oh ja, allemaal... Wat is dit? Show Captain Camera. Oh, die heb je ook nog. Je hebt ook nog een Captain Camera. Wacht, ik ga even kijken wat dat nou is. Je kan ook in je nest boven zitten. Klopt. Oh, dat is ook wel lachen. Maar wat is dit voor je view dan? Oh, dat is gewoon die first person view. Oké. Maar hier staat nu een vraagtekentje. Maar... Zo. Mannetjes nog. Ja, want volgens mij hebben we deze nu gehaald, toch? Ja, er staat nog... Dat hij niet... Hoor je dat? Want we hebben wel die missie voltooid, namelijk. Oh nee, location is recovering. Dus je kan dit vaker uitvoeren als je zou willen. Oké. Oké, nice. Maar we kunnen nu wel weer terug naar de blacksmith, want we hebben dat schip dat we kapot moesten maken, hebben we kapot gemaakt. Dus dat was de sidequest, die hebben we dus voltooid. Nice. Flodder1234, die had nog een 1 euro donatie achtergelaten, zegt Jojan, goede avond. Ik ben met Google Spreadsheet alle races in GTA aan het bijhouden, sowieso, lekker bezig. Waar kan ik contact met je krijgen, zodat ik het in één keer door kan sturen, als je bent een baas? Best is of Discord of Twitter even een tweetje of een berichtje sturen. Of een mail. contact@rasky.net. Dankjewel, Flodder. Ik ben benieuwd wat je er allemaal aan het inzetten bent, bro. Ik ben benieuwd. Holy. Oh, kijk, zo'n vuurwerk. Oh, nee, ik word afgesneden. Jongens. Wat gebeurt daar dan, jongens? Ja, dat, kijk, dit tegen mij aan nu dan. Oh, yo. We zijn wel een goed team. Je kan zeggen wat je wil. Echt wel. Ja, Raymond is echt gewoon... Raymond moet echt gewoon een schip komen met een hele sterke front. Ja. Dat hij gewoon iedereen vol kan doorbeuken. Ja, dat is wel lachen, hoor. En je doet ook echt heel veel damage. Klopt. En bij jezelf weinig. Dus dat is wel interessant. Ja. Je kan alleen het spel spelen als je de early access hebt op dit moment, Ruben. Maar over 2 dagen komt de game voor iedereen uit. Naar de blacksmith. Dat was hem. Ja. Goedendag. Dan kunnen we nu onze rewards ophalen. Ik kan alleen even wachten tot jullie ook... Ja, goed zo. Oh!
Ja, Iron Husk 1, die hebben we al gecraft. Ja, dat... Hebben we geen reet aan. Ja. Hey, ik heb wel een crate gekregen, volgens mij. We moeten ook even kijken bij andere personen of we daar ook nog blueprints kunnen kopen. Want hier hebben we volgens mij nu allemaal alle blueprints gekocht. Maar anderen die hebben natuurlijk andere blueprints. Oh, ik heb weer een mail. Dus ik ga heel eventjes checken bij de carpenter wat voor blueprints hij heeft. Want die blueprints zijn dus wel echt heel handig. Ik zie hier opeens allemaal uitroeptekens. Oh ja, hij heeft furniture blueprints. Oh ja. Oh, dat is ook wel... Ja, alleen ik wil niet weer allemaal centjes uitgeven. Hier, topboard. Zullen we even met John Skurlock opnieuw praten? Kunnen we even laten zien dat we onszelf hebben bewezen? Ja. En dan kunnen we kijken of hij nog een leuke missie voor ons heeft. Hier allemaal gratis spullen. Maar speel je Black Ops 1 eigenlijk op Xbox, omdat het de enige console is waar die nog te spelen is. Hey, better watch your mouth in there. Oh ja, rustig. Wajo. Is nou de volgende alweer dood? Oh, dat gaat lekker. Of... Oh nee, hij heeft iemand doodgeschoten. Captain, fuck up here. I got a French hound sniffing right up my sweaty asshole. Nice. Get him out of my sight. Aardig mannetje. Ja. Nou, dat houdt in dat de plek is voor ons. Wat dacht je daarvan? Ja. You see my ships in the harbor? Do you know where they're headed? Holds brimming with spices, amber grease and other delights. They make passage for New York. New York. Oh, daar gaan wij nog niet naartoe, denk ik. Slobberface Chulin gives me all the silver, supplies and guns I need. As long as that flesh pile gets his goods, I can do whatever I want on this island. I control the... Zou ik ook wel zo'n eiland willen runnen? So I bowed. Ik ga iedereen voor de kop heen schieten. Nou, jij hebt het ook lekker, zeg. Je hebt een nieuwe captain nodig. Poef. Ja, op twee. Dat is wel een mooie tuin voor ons, dus op zich. Dat is helemaal niet erg. Ja, daarom. Geef mij maar zo'n eiland, hoor. Wist het wel. Goed. Okay. Nou, ik denk dat wij wel partners met hem worden dan. Ik hoop het voor hem. Ik hoop het voor hem. Nice. Even kijken. Nou, wij nemen de job wel hoor. Let's go. Smuggle weapon caches to the sea people in exchange for information. Nou, dus gaan we dat eens even doen, jongens. Ja hoor. Dat kunnen wij. They have information on offer. Even kijken, wat moeten we doen? We've been long at war with the clan of fire. Weapon catch. So watch your ass. Farah ships will be on the hunt for you. Oh, we worden wel gehunt door Farah ships, zegt hij. En ja, we zeggen gewoon dat we kunnen helpen. Ik ga niet tegen hem in, want dan krijgen we ook een kogel door onze kop. Dat lijkt me niet zo heel slim. Why bleed for others? Jarraski. Deze is echt slecht, ouwe. Oi. Gertwin Gaming heeft nog een 3 euro donatie achtergelaten. Zegt, goedenavond, wat vind je tot nu toe van de game? Ik vind hem lachen. Het is eventjes goed erachter komen hoe alles werkt. Goed erachter komen hoe je eigenlijk je schip sterker maakt. Wat je met je loot moet doen. Dit, dat, dit. Maar ja, dat zijn we nu allemaal aan het ontdekken. Dus het gaat lekker. We ontdekken het samen. Ja, ik ben er dan eigenlijk wel meteen klaar voor, jongens. Wij liggen al midden in de zee. Oh, dat meen je niet. We zijn al uit de zeezone namelijk. En waar... Oh, we moeten wel naar verschillende plekken ook, zie je dat? Ja. Oké, dat is misschien niet erg. Drie plekken. Ja, drie plekken. Ik kom naar jullie toe. Dan, Pakken we die eerst hiervoor? Ja, is goed. Maar die boten, moeten die aanvallen? Nee, toch? Wow! Ik zit... Oh joh, mijn voorkant is echt vet, man. Ik denk dat we niet alles hoeven aan te vallen. We hebben op zich namelijk niks nodig. Dus... Gaan we eromheen. Ik kom achter jullie aan bij de wedstrijd. Als jullie 1 seconde wachten, ben ik er ook. En ik moet er helaas vandoor, maar zie je morgen wel bij een nieuwe video. Hey, tot morgen dan, Michiel. Tot morgen. Dankjewel voor het kijken natuurlijk. Je moet hier langs.
werk. Eeuw. Oh ja, daar is de vraag. Oeh. Ik zou wel langzaam gaan hoor. Wij gaan nu. Oh. Oh, moet je daar er tussendoor of niet? Ja, je moet hier aan land. Oh ja, wacht even dan. Ik mijn boot is vet. Even deze schepen hier ontwijken. Oh, dit is vet. Je ziet gewoon je boot liggen hier. Oh, wat een mooi bootje. Ik kom Jan aan. Ik kom eraan, I'm on my way, man. Wat is op voor de rots? Nee, hoor, dan kom ik niet eens bij in de buurt, joh. Zijn jullie dit hier? Ja, ja, wij liggen daar al. Hey. Wij staan hier aan de overkant. Zie je ons? Oh. Ik ben aan het zwemmen, ik kom naar je toe. Zo, wow. Ja, ik zou ook even van mijn schip afgaan. Ik leg hem hier gewoon neer, hoor. Er liggen allemaal kokosnoten. Hey, oh, dit zijn allemaal ruins. Cannonballs. Even kijken waar jullie zijn. Hey! Is er een van jullie dit? Oh, dat is Lee. Lee, wat heb je aangedaan? Vet, hè? Kostte me 300 munten. weet je, die van mij die kostte me 2000 munten. What? Daar gaan we het niet over hebben, ja. Hier moeten we zijn bij haar. Hallo? Oh, zij heeft ook nog side missies voor ons als we zouden willen. Maar voor nu moeten we alleen even een weapon cache hier afleveren. Ik ben ook echt niet goed, hè. Zo, zij heeft ook echt veel wat je kan kopen. Ik klik op dat vrouwtje. Klik ik per ongeluk op dat eerste hoedje. Daar gingen weer 1000. Nice. Nou ja, je hebt er wel gesupport, dus op zich is wel aardig van je. Hey, hier heb je bombardsbombs. Nice. Ik heb hem al afgegeven. Hebben jullie hem al afgegeven? Ik kan 2 dingen afgeven, trouwens. Nee, je moet een weapon cache afgeven. Ja, maar ik heb nog kijken, iets. Kijken, waar moet dat? Bij dat vrouwtje. Ja, ik heb 2 dingen afgegeven. God, ja, rennen. Waar ben jij helemaal naartoe gered, ouwe? En naar het andere vrouwtje. Oh, dan hangt hij gewoon ook een haai. Maar waar is zij dan? Oh, nice. Hier. Waar hangt een haai? Oh, hier. Ja, hier, als je verder loopt. Hierheen? Of? Hallo, piraat. Oh, ja. Oh, wacht. Ja, volgens mij kunnen we wel weer weggaan. Volgens mij hebben we gehad. Welke moest ik aanklikken? Oh, je hebt zelfs fast travel, jongens. Ik heb deze met... Huh? Oh, dat is echt chill. Je hebt ook fast travel. Je kan gewoon heel snel van locatie naar locatie toe. Oh, sick. Ja, dat is wel echt chill. Ben net wakker, Jan. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, deze locatie hebben we gehad, jongens. We kunnen nu doorgaan naar de volgende locatie. Ik snap er niks meer van. Als we naar noord en dan naar het west. Oké, ja. Kijk hoor, moest nog iets afgeven. Nee, heb je al gedaan. Het is al gelukt. Oh. Want ik kan nog iets. Oh, dat zijn contracten. Nee. Ja, klopt. Je moet nu weer je boot instappen en dan moeten we door naar de volgende locatie. We moeten gewoon even locaties afvaren. Holy yo, Jan de chat. Yo, Ineke. Welkom bij de stream. Ga net goed. Oh. Ja, ik wacht even op Liam, hoor. Hé, hey, wat heeft die dan? Komt die aan, joh. Wat is hij dan? Wat, zal ik hem even scannen? Ah, hij heeft alleen maar brood bij zich. Ja. Maar dat hoeft niet, hoor. Wat heeft dat ding? Oh, die andere heeft best wel veel bij zich. Dat is Big John, maar kunnen we Big John ook aanvallen? Dat weet ik niet. Oh, yo. Oh, Liam, die schoot ook gewoon. Volgens mij kunnen we Big John niet aanvallen. Nee. Maar Big John is bezig met een overval, maar... Ja, is dat hier aan het... Ja, maar wij moeten hier links en tussendoor, dus... Wow, yo, die boot vaart weinig tegen me. We moeten hier links door het gaatje, jongens. Dus Raymond gaat compleet de verkeerde kant op. Ja, ik moet het even sturen. Iets ja, maar acacia. Ja, die kan je allemaal meenemen. Dat is weer handig om te craften, namelijk. Oké, gas erop. Zullen we die boot wel aanvallen? Ja. Oké, wacht. We vuren op hetzelfde moment, ja? 3, 2, 1. Boy, yo, Liam, kijk uit. Ik neem even af, hoor. Fire! Oh, hij gaat nu pas varen. Ja, hij gaat nu pas weg. Hij is neer. Maar dan is hij wel te laat, inderdaad. Nice. Ja, dan kunnen we weer verder. Ik laat de loot ook gewoon liggen, hoor. Je ziet ook op de map, by the way, waar je wat kan halen. Want hier zit bok iron.
Verderop heb je Iriko. Oh joh, ik ga heel snel. Oh, 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 ik zit in de map te kijken. Oh, pas op. Oei. Pas op. Tjoe. Dat was niet, dat was niet helemaal de bedoeling. Jij moet daar naartoe, ja. Volgende civilization. Bootjes links. Ja, die doen niks. Zolang wij niks doen, doen zij ook niks. Oh. Oh, dit moeten we plunderen. Moeten we deze plunderen? Dat is hetzelfde als net, of? Ja. Oh, oh, daar gaan we. Kom maar op. Oh, ik vaar ook. Oké, uit. Ga. Maar de bootje daar is al bijna stuk, ja. Ja, die is al bijna kapot, ja. Oh, de toren moeten we neerhalen. Oh. Toren. Welke toren? Oh, die toren nee. Inderdaad. Kijk uit, het is een watchtower. Oh, daar. Oh, hoppa, let's go. Oh, ik word beschoten van achter. Pas op, ik ben aan het draaien, jongens. Er komt nog een bootje van rechts. Die toren is bijna niet uitschakelen. Focus eens op die boot anders. Oh? Ja, achter daar. Ons. Oh, daar. Ah, dat is een klein bootje. Ik ga volgehit hoor. Oh. Hij is bijna kapot, Let's go. Ja, dan nu focus op die toren. Moet even healen. Ik kan een loot meenemen, moeten we niet vergeten. De toren die krijg je echt niet. Ja, die toren is sterk inderdaad. Ze moeten bovenop het dakje raken. Ja. Ik kan denk ik best gewoon stil gaan liggen hoor. Dan kan je gewoon alles raak schieten namelijk. Gaat een partijtje snel neer. Oh, je doet, ja, je doet goede damage. Ook gewoon bovenop raken, jongens. Gewoon stil gaan liggen en bovenop raken. Er komen toch geen andere boten aan, namelijk. Op twee. Oh, die Big John die komt ons helpen. Let's go, jongen. Schiet er ook even op dan. Gewoon een random iemand. Doe me gelijk denken aan Assassin's Creed Black Flag. Ja, zo is het idee ook een beetje begonnen voor deze game. Dus vandaar. Zitten we nou echt gewoon met z'n allen erop te poeieren hier? Yep. Oh, goede damage. We gaan de hele tijd aan het switchen van kennis, van de zijkant naar de voorkant. Zo, hij begint nu op mij te schieten. Hé, hey, hey, schiet even op iemand anders. Ook smart op Jan. Ja. Zo'n sterk. Oh, hij is bijna kapot. Dat is echt zo'n sterke toren, maar. Daar gaat hij hoor! Okay, lekker. Nu begint. Ja, nu begint. Nu begint het veroveren, ja, dus let op. Ja, want nu hebben ze versterking ingeroepen, dus nu moeten we gaan oppassen. Ik vaar even een stukje bij jullie weg, hoor. Ja, hoor. Even kijken of er nog schepen komen. Denk het niet. Ik denk als die bij het tweede kistje is dat er nog schepen komen, dus let op hoor. Oh ja, er komen schepen aan vanaf waar wij komen. Waar? Ja, 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 ik zie hem. Zo, die was helemaal mis van mij, dat heeft niemand gezien. Nee, die niet. Ga raak hem op de achterkant. Ja, dat doet veel damage. Ongeraakt. Lekker. Zo, hoppa. Die was volgeraakt, ja. Oh, daar gaat ie! Raymond de Stormbraam. Ik denk, ik ga toch maar vol op paard. Ik ben gewoon altijd vol tegenaan, jongen. Holium! Oeh. Ja, gaat goed. Maakt niet uit, Kan gebeuren. Hé, hey, de loot. Ja, gewoon alle loot meenemen, joh. Ik speel op de... Als ik op de Xbox speel, op de Xbox Series X. Die soort koelkast. Hey, dankjewel, Hakai. Dankjewel voor je sport, jongen. Ootje rechts. Rechts? Ja, achter van, ons. Van achter ons weer. Oh, ja. Zo, ik heb alles misgeschoten. Maar ik heb wel nog maar 280 cannonballs hoor, jongens. Ik moet wel een beetje voorzichtig doen, zo. Liam, ga er niet voor varen, bro. Ik zie het niet. Zo. Oh, die is al bijna kapot. Dat erop is. Hoppa. Ik maak hem af. Let's go. Lekker hoor. Erop invaren, dat is echt wel goed hoor. Ja, ik heb het door bij jou, ja. Oh, ik kan niet zijn lock picken.
Ik ga even terug naar de loot daar, hoor. Ik speel nu PlayStation 5, ja. Ja. Oké, vet veel kerstarmen gekregen. Dat is wel fijn. En we hebben hem ook bijna helemaal veroverd. Ik zit bijna vol. Zo mooi, bij de ene kregen we gewoon onze weapon cache en bij deze plunderen we gewoon het hele dorp. Ja. Ah, ze hadden het beter gewoon kunnen geven. Oh, er komt nog een schip vanaf nu de andere kant, jongens. Oh, sorry. Ja, nee, ik heb een vol gehit. Moet de snelheid eruit. Ja, dat maakt niet uit. Ik vaar ook gewoon een beetje rustig. Het voelt chiller namelijk. Ik zit er gewoon tegenaan, joh. Jongens, ik zal ik hier even weggaan of niet? Aan de kant. Kijk uit! Ik mis hem volledig. Ik schiet wel even met mijn geweren, hier. Hoppatee. Komt-ie. Oh, daar gaat-ie! Ben ik toch op vol tegen? Hey, Liam! Je zit in me, bro, ga weg! En hij is Oei. Oh, wacht op. Is er nog een schip? Oh, nog een schip achter ons! Waar? Ja, de andere kant. Zo, jongens. Jullie zijn echt gek, jongen. Holy shit. Zo. Ja, hij is wel bijna kapot nu. Hoppatee, let's go. Nice. Oei. Kamikaze hier met z'n tweeën, jongen. Maar, we hebben het wel gehaald. Yo, Ruben, jongen. Yo. Ik heb echt superveel spullen. Ja, ik ook. Ik heb alles meegenomen wat ik kon, joh. Nice. Mijn cargo die zit wel ook echt ver vol, man. Maar... Nu moet ik wel even kijken... hoe we die weapon crate nog gaan krijgen. Heel veel eten. Want we hebben nu niet hier die weapon crate, hè? Nee. Moet alleen die... Wacht. Oh, ik vaart... Oh. Even kijken. Ja, ik heb hem gepakt. Als het goed is, heb ik hem. Ja, we hebben hem. Ja. Oké, nice. Dan moeten we nu alleen nog even kijken op de kaart... Helemaal door naar het noorden. We kunnen hier eventueel doorvaren. Dan spelen we meteen dat gedeelte van de map vrij. In plaats van dat we weer helemaal teruggaan. Dan komen we bij een nieuwe locatie. Welke dag stream is geheel random, Rafael? Ja, ik heb de minste AP. Ik word het meest geraakt hier. Ik heb het wel door. Maar ik ben begield. Het gaat lekker snel namelijk. Je moet alleen wel steeds 60 seconden wachten voordat je weer kan healen. Dus daar moet je gewoon rekening mee houden. Gertwin Gamer die had nog 3 euro donatie achtergelaten. Kijk uit, hè, Raymond. En hij zegt erbij, kan je niet bij elkaar op de boot. Nee, als je met z'n allen speelt, dan kan je wel met elkaar op hetzelfde eiland rondlopen. Maar je kan niet met elkaar op dezelfde boot. Dus iedereen heeft gewoon zijn eigen schip. En iedereen kan zelf varen en schieten hoe die wil. Je kan ook niet op je eigen schip rondlopen. Het is gewoon... Links of rechts? Vast. Volgens mij rechts. Oeh. Kom op. Zo, kijk uit, joh. Dat goed. Je klopt vol er tegenaan, joh. Hoi, nice. Oh, mijn drinken is op. Mijn boot is ondertussen wel gewend. Oh, je kan die lockpikken. Oh, daar ben ik echt... Nice! Ja, ik neem gewoon alles mee, hoor, hier. Ik heb er geen reet aan. Oh. Zo, ik heb gewoon alles meegenomen. Oh, hier is een gevecht. Kom eraan, hoor, Raymond. Ja, is goed. Meisjes aan het zingen. Ja, je kan ze zelf laten zingen. Ik ga dat ook weer even... ik moet hier even mijn kokosnootjes opzetten, zo. Hier, ik help deze jongen gewoon. Okay. Oh, ik vergeet het te sturen. Oh. Gaat goed. Niks geraakt. Wow. Even kijken waar we naartoe moeten, hoor. We moeten verder naar rechts. Noordoost. Waar is Raymond? Is die daar aan het vechten? Nee. Noordoost moeten we heen, toch? Ja, ik volg jou wel. Je moet meer naar rechts, maar... Ja.
Oh, je ligt ook vet van loot. Heb je hier een schip kapot gemaakt? Ja. Oh, ik vang gewoon alle loot van je op. Dankjewel. Ik ramde er gewoon dwars doorheen. Dat was instant stuk. Ja, ik wil eigenlijk ook even door een klein bootje heen rammen eigenlijk. Wacht, nou, ik vaar even naar deze toe. Ja, ik ram er gewoon recht doorheen. Ja, dan moet je even kijken hoor. Ik zou deze pakken waar ik langs. Oké, ja. Ja, dat doorheen rammen is wel een lach hoor. Poke hem, Jan. Poke hem. Ik pak hem. Oh, hij heeft best wel loot. Hij heeft ook een treasure map. Echt? Oh, in dat geval? In dat geval. Hé, vriend! Hoppa! Goedendag! Hier, wacht. Zou ik eens even op invaren? Oh, ik had hem bijna gehit. Voor die crewboarding moet je echt dichtbij zitten, maar hij is al kapot. Oh, je hebt hem al. Ja, dat was hem weer. Ik heb de treasure map. Wacht, ik ga heel veel stil liggen hier, ja? Oh, Raymond. Oh. Oké, let's go. Wacht, laten we even kijken bij die treasure map. Of we die kunnen openen. Wow, ik heb sowieso... ik heb ook nog een andere chest in mijn inventory. Maar wacht, deze? Re-treasure chest. Oké, wacht. Treasure maps lead to buried treasure at outpost. Ja. En dan... Oh, what the fuck. Wat is dit? Ja, ik heb die treasure map voor me. Ja. Maar... Hè? Hoe moet ik ooit erachter komen waar dit is? Geen idee. Wacht, kan het niet hier al zijn? Wacht, ik kan hem wel tracken, though. Wacht, ja, je ziet hier... 4 eilandjes bij elkaar. Alleen, waar zit dan de X? Zit het op een rechter eiland? Wacht, laat me heel even kijken. 4 eilandjes bij elkaar. Nee, ik heb geen idee. Ik denk dat die treasure maps nog best wel tricky kunnen zijn. Oké, fair enough. Ik ga weer verder. Wij moeten naar het oosten, jongens. Team. Zo, ze blazen gewoon het volgende schip alweer op. Naar het oosten. Ik ga nog maar 3 kilometer per uur. Zit je helemaal vol? Denk het. Je kan ook wat spullen dumpen waar je niks aan hebt, hè? Aan wat heb ik niks? Ik zie zoveel verschillende dingen. Je hebt... als je naar je cargo gaat... Ik kan het zelf ook wel dumpen. Heb je die torn sails helemaal onderin? Die kan je gewoon wegdoen. Je hebt metal salvage. Nou, daar heb je nog wel wat aan. Je hebt roestige spijkers kan je wegdoen. Je hebt planken, die kan je wegdoen. Wow. Er wordt geschoten ergens, jongen. Ja, hier. Ik ga er even op invaren. Ja, ik ga even zingen. Oh, je kan niet zingen wanneer je in combat zit. Lukt die, Liam? Jo. Dit zijn allemaal... online spelers. Oh ja, dat kan wel, ja. Wat zijn ze aan doen? In combat. Ja, die is in gevecht, die gast. Ja, maar... Dit zijn inderdaad... Ja, Tommy Run. Dit zijn inderdaad andere spelers. Zijn hele schip zit ook vol, man. Alleen, wij moeten meer naar het oosten, jongens. Oh. We moeten eigenlijk gewoon terug. We moeten om dat eiland heen die je ziet, links erlangs. En dan zijn we op de juiste plek. Oh, deze kan ik wel kapot maken. Was het heel handig om dit aan te vallen? Ik denk het niet, maar... Nee, hij heeft ook verder niet heel veel... Ja, boeien. Ik ben nu al bezig. Ik raak me vol op de achterkant. Bitterballen? Heet er iemand bitterballen? Nee, dit is gewoon loot. Oh, ja, maar je hebt natuurlijk Nederlandse kolonies in de game, dus... Op zich is het wel logisch als iets Nederlandse namen heeft. Ik dacht al, hoezo zou je deze bitterballen? Heet het echt bitterballen? Ja. Oh, wauw. Oké, nice. Dat is wel echt... Ja, dat is wel echt geniaal. Ik vaar rustig verder, ja? Om het eiland heen en dan zijn we er. Ik heb hier nog een bootje, hoor. Dus mag je nog loot willen hebben? Lees de tekst. Wordt uitgelegd waar het ongeveer is. En het kruisje op het eiland is de plek waar je moet gaan graven. Oh, ja. Oké. Kijk Raymond varen, jongen. Ja, mooi toch? Lekker met mijn boot. Moet even kijken. Oh, de haven zit letterlijk rechts hier om het hoekje.
De Forest hebben we uitgespeeld, Denster. En er komt een nieuwe update, hè? Klopt, ik had het gezien inderdaad, ja. Ik had laatst had ik het even met mijn neefje gespeeld. Ik wacht wel 3 jaar en dan zitten er heel veel nieuwe dingen in. Ik had het laatst weer gespeeld. En ik weet echt niet wat ik allemaal robot dingetjes. Ik zag een car waar ik opeens mee... Oh! Allemaal andere dingen, joh. Dat is toch geniaal? Ja. Ik denk... Ja, deze kunnen we aanvallen, dus let op. Ik vaar er gewoon even omheen, hoor. Ik kom zo meteen wel weer terug. Yo, jongen, deze raken je hard, man. Ja, ja. Ik wil het zeggen. Dan komen er nog meer aan vanaf links ook. Liam, ben jij bij ons? Ja. Oké, nice. Zo, ik word hard gehit, jongens. Ik heb die kleine heel hard geraakt. Vlakbij dan. Je bent er nog niet, hè? Nice. Moet even afremmen, anders hou ik de bocht niet. Waar moeten we heen? Die rode bootjes pakken jullie. Ja. We moeten hier zijn, maar we moeten eerst al die schepen kapot maken. Oké. Okay. Ik heb er eentje bijna kapot. Bij jou, Liam. Die is bijna kapot, ja. Het is hier druk, jongen. Ik heb hem. Ja, nog één keer. Ja, lekker. Die is kapot. Nu die andere. Oh, Jan, jij moet healen. Je bent echt bijna... Oh, thanks. Kom ik aan, jongens. Oh, kom ik aan. Ik vuur even met mijn wapens. Daar kom ik aan. Hallo. Wow, yo. Wat? Waar maak jij elke keer die snelheid, jongen? Dat is echt absurd. Ja, dat is gewoon één rechte lijn. Een beetje kijken, volgens mij. Hij staat in de fik. Ik zit er gewoon tegenaan te rijden nu. Wat dacht je daarvan? Hier, alsjeblieft. Let's go. Oké, ga eens voor het eiland. Oh, ik moet even draaien. Oh, er vaart er nog één, vaart er nog één. Zo, ik werd hard geraakt. Fuck him. Waarom moeten ze mij allemaal hebben? Vuur! Oh ja. Lekker. Zo. Beam. Ja, die is ook wel... Ja, die is al kapot. Alleen die grote nog, jongens. Ik ga via links. Oh, zei ik rijden? Oh, dat kan wel, ja. Okay, dan ga ik ja, longguns kunnen we nog niet op een schip zetten. Moeten we eerst nog vrij spelen. Die ziet er wel... Oh, die is ook... Die is instant. Hier. Oh, ja, easy. Hij was heel groot, maar hij was niet sterk. Oké, nice. En dan... Ja, we moeten hier ergens... Oh, Reewald! Links! Yo! Jij bent hier. Gek, jongen! Beast! Oh, we moeten nog iets verder zijn. Ja, we moeten iets verder zijn. Waarom gaan we hier helemaal mee nou, hè? Weet ik veel, ik volg jou. Hier aan de rechterzijde moeten we zijn. Oh. Echt straks mijn cargo hebben. Die man kan echt niet varen, jongen. Dat is echt absurd. Ja, mijn cargo zit ook bijna vol. Hallo. Oh, hier kunnen we afstappen. Dus we hoeven hier niets te veroveren. Hier kunnen we gewoon afstappen. Kijk. Welkom. La Nitra. Hey, moeten we bij hem zijn. De Sea People Huntmaster. Ik kon niet wat openen. What? Except. Oké, als het goed is heb ik dit crate nu ook. Dit crate? ja. Nice. Dit crate. En dan kunnen we volgens mij nu fast travelen. Ja, dit is echt chill. Nu kunnen we fast travelen terug naar Saint Anne. Dat kost 285 munten. Dus fast travelen kost wel munten. Waar is dat überhaupt? Zuidoost. Hey, hier heb je warehouse. Oh. Ja, en die warehouse zitten volgens mij allemaal met elkaar geconnect. Dus als je daar iets stoort, dan kan je het ergens anders ook eruit halen. Oh, hier liggen allemaal cannonballs trouwens. Alleen... Even kijken hoor. Oh, we moeten terug. We moeten toch hier naartoe terug? Oh ja. Ik ben al terug, jongens. Dus ik ga meteen even met...
met Skurlock praten in zijn headquarters. Want dan hebben we volgens mij namelijk deze missie voltooid. En dan hoop ik ook dat hij ons kan vertrouwen. Oh. Volgens mij ligt hier nog best wel veel loot op dit eiland. Ja, dat kan wel. Je hebt op heel veel eilanden heel veel loot. Maar ja, mijn schip zat vol, dus ik ben gewoon teruggekeerd. En je hebt ook allemaal traders en zo. En... Ja, heb je op elk eiland. Elk eiland. Oh. Dacht... Ik zal de quest even voltooien voor ons. Oh, zilver. Kijk. Je weet dat je echt al mega veel zilver hebt waarschijnlijk. Hè? Ja, maar die 23 die ik erbij heb, dat vind ik... 23, bro! Ja. Nice. Even kijken. Is hij nou nog steeds niet blij met ons? Kijk wat we allemaal hebben gedaan! Hey, tot de volgende keer, Christian! Nee hoor, we vermoorden gewoon iedereen. Deze man die is wel... wel zo'n persoon die gewoon iedereen wil vermoorden, dus wij doen het ook gewoon. Precies. Yo, chef-kok Willy! Welkom man. Of my agents turn blind and deaf. The Compagnie moves swiftly in the shadows. And we still have the sun in our eyes. Wacht, waar kom ik nou vers terug? Hey, hij zegt gewoon dat we good work hebben gedaan. Let's go. Nice. Ik zit er... Hoe kon je ook alweer vers treffelen? Via je map. Mijn map. Ben je nou zo incapabel of weet ik gewoon echt niet meer hoe ik die map open? Dat denk ik wel, ja. Dat denk ik wel. Ik weet niet hoe ik het open. Ik kan niks doen. Ik heb de missie helemaal voltooid, jongens. Volgens mij ben ik een beetje gebukt, want... Ik ga even kijken of we... Nee, volgens mij kunnen we nog steeds geen andere... Hoe kan ik vesteren? ...kennis maken. Of hier kan je. Nice. Ik ga even kijken. Oh ja, hier. Nu kan ik de Culver in 2 nog een keer maken. Oké, chill. Dan heb ik tenminste dezelfde guns. Ik wou nog even zo'n beter cannon. Dan heb ik 2 betere cannons. Want ik had nu namelijk wel de bronze ingots. En dan heb ik links en rechts betere cannons in plaats van alleen links. Want ik, volgens mij schoot ik net ook heel de tijd met rechts. Dus dat was ook wel heel handig. Kan ik ook al... Oh, ik kan nu wel torpedo's maken. Maar dan heb ik natuurlijk wel ook een torpedo gun nodig. Dit zijn mortar, dit zijn ballista's. Oh, hier, torpedo's. Oh, als ik de goede blueprint heb, dan kan ik die al maken. Want ik kan nu bij hem wel een nieuwe blueprint kopen voor de torpedo. Oké, dat is wel sick. Ik wil daar nog wel even naar kijken eigenlijk. Oké, ik heb nu de torpedo blueprint gemaakt. Dan gaan we nu naar de torpedo zelf. Want die staan namelijk hier. Alleen, daar mis ik iets voor. Oh, ik heb nickel inkot, teak plank en fijn sisal nodig. En ik heb het allemaal niet. Dus dat gaat me niet worden. Oké, nou dan niet. Fair enough, dan niet. Ja, ik ga nog even mijn schip upgraden, jongens. En ik denk dat het dan mooi is geweest voor vandaag. Want we hebben echt wel veel missies voltooid. We hebben ook echt ons schip wel goed geüpgrade. En ja, we kunnen hem alleen nog maar beter maken. Ik moet alleen dan even mijn wapen aanpassen. Echt veel van die diamantjes. 18. Ja, het is wel even goed kijken wat je precies overal aan hebt. En echt veel spullen. Klopt, want je hebt echt heel veel verschillende spullen. Alleen je moet blueprints. Echt, ja, blueprints moet je sowieso allemaal kopen. Want daar word je schip sterker van uiteindelijk. Oh mijn god! Ik weet niet hoe dit beestje in het Nederlands heet, maar... Ik heb hem! Oh, ik heb een beestje op mijn schip! Beestje? Ja! Beestje, wacht even. Hoe heet de stokstaars? Hoe heet het? Nee, hoe is zo'n ding? Ik weet het Nederlandse woord niet. Anders ga ik meekijken. Ik weet niet hoe deze in het Nederlands heet. Kijk op de stream. Jij hebt een... Oi. Een... Gooit zo'n beestje op een... Maki. Ringstart Maki. Oh, kijk hier! King Julian. Hoppatee! Julian, ja. Misschien hebben King jullie Julian. Die ook wel, hoor.
Oké, dat is wel echt leuk. Ja, dat vind ik wel echt leuk. Oké, nice. Furniture kunnen we niet aanpassen. Armor kunnen we niet aanpassen. Hebben we eerst andere blueprints voor nodig. We zijn wel nu al level 4. Dus we hebben echt wel... Oh, de hele chat zegt het ook. Ring staat, Maki. We hebben ook echt wel... wel veel vrijgespeeld. Ik wil alleen nog even kijken. Wat als we change ship doen? Oh, we kunnen wel weer terug switchen naar dat hele kleine schipje. Maar dat lijkt me niet heel erg handig. Maar ik denk dat dat hem wel was. We hebben alleen de bounty niet gedaan. Maar misschien is dat ook wel verstandig. Want dan kom je dus wel tegen echte andere spelers. En ik denk dat we dan wel een probleem hebben. En je ziet het ook hier in deze... Of op dit eilandje heb je echt heel veel sidequests. Wat is dit, joh? Le Pont Muet. Oh, dat is gewoon een barretje. Je hebt gewoon een barretje. Met een katje. Ah, missing. Oh, dat is wel leuk. Planken hebben. Ja, ik wil ook wel nieuwe dingen craften. Maar je hebt daar nog zoveel materialen voor nodig, joh. Dat is echt absurd. Zet ik twee nieuwe kanonnen erop. Oh, ik ben nu weer terug bij de blacksmith, joh. Oh, dat is een hele rondje. Oké, nice. En hier, bij hem kan je dus nieuwe schepen maken. Dus, oh, we hebben zelfs al een schip geskipt, zo te zien, jongens. Oh, echt? Geskipt. Ja, we zijn van de Rammer naar de Defender hebben we geskipt. Meteen naar de Sentinel gegaan. Maakt niet heel veel uit, maar ze hebben wel... De Defender is meer een tank. Oh, specialized in bracing against incoming damage. De tanks excels in defense. Oftewel, die kan misschien jij beter gebruiken, Ray, want dan kan je gebeuken. Ja, 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 dat is zo goed. Maar kunnen we bij hem dan ook die andere blueprints kopen, of niet? Oh, je kan hier wel ook heel veel... Oh, je kan hier heel veel zijn en alles. Oh, ik ga hier echt het komende half uurtje even in zitten om mijn schip te pimpen, man. Ja, dat weet ik wel zeker. Ik weet alleen niet hoe je dan aan die blueprints krijgt voor een ander schip. Maar misschien dat dat pas later gaat komen. Want hier zie je alle customizations. Ja, waarschijnlijk als je level up gaat dat je ook wel dingen automatisch vrij speelt. Maar je hebt dus best wel veel verschillende schepen. En heel verschillende wapens, verschillende ammo-typen, verschillende upgrades. Verschillende... Ja, je hebt echt veel, man. Ja, dat is echt wel sick. Ja, jongens, ik ga wel de stream weer bij afsluiten. Want ja, we kunnen nog wel doorgaan, maar dan zijn we waarschijnlijk over 5 uur nog bezig met andere piraten uitschakelen. Arr. Ja, ja, wow. Wow, nu zeg ik het zelf verkeerd. Ja, ja, ja. Ja, laat maar zitten. Ik ga het niet proberen te zeggen. Nee, ik ga hierbij wel de stream afsluiten. We hebben echt wel, ik weet niet hoe lang we hebben gespeeld. 2,5 uur of zo? Goed. De tijd is ook echt wel snel gegaan. Aan het begin was het even de tutorial voltooien. En daarna dan ja, hebben we echt wel veel schepen kapot geschoten. En ook echt wel veel loot verzameld. Eigenlijk te veel, want het liefste schip was volgens mij ook niet meer de snelste. Die zit ook helemaal vol. Mijn schip die kon ook niet meer sneller varen. Dus je moet wel een beetje opletten welke loot je allemaal meeneemt. Ja. ja, mannen. Ik zeg tegen jullie alvast bedankt voor het meedoen. Ja, graag gedaan. En ja, ik sluit even de stream af. En dan zien we elkaar weer in het volgende piratenleven. Arr. Jij, kapitein. Arr. Arr. Hey, thanks voor het meedoen, mannen. Yes. Graag gedaan. Yo, yo. Hey, yo. Zo. Ja, chat. Ik ga hierbij wel weer de stream afsluiten. We hebben echt gewoon 2,5 uur rondgevaren hier. Op de... Ja, in de... Rond de... Op ons schip. Met ons schip. En ik heb er echt wel van genoten. Aan het begin was het echt even kijken hoe alles werkte. Maar we hebben het gewoon samen uitgevogeld. En voor nu is het gewoon ervoor zorgen dat ons schip sterker wordt. Dat onze wapens sterker worden. Dat we meer missies gaan voltooien. Ook side-missies gaan voltooien. En dat we gewoon zo doorgaan. Rommert, dankjewel nog voor je 50 euro donatie, jongen. Kijk eens aan. Gewoon helemaal op het einde komt hij nog met een 50 euro bom hier. Dus dankjewel voor je support, man. Ik weet dat er ook nog monsters in de oceaan kunnen zitten die je tegen kan komen. Ja, natuurlijk, het ene schip is sterker dan het andere schip. We zitten nu een beetje in de begin area. Dus vandaar dat als ik dit schip aanval, dat ik die makkelijk in mijn eentje aankom. Want dit is namelijk een level 1 schip.
Oh, dan moet ik alleen wel raak schieten. Uh-oh, dit was misschien niet het allerslimste. Maar jawel, joh, jawel, joh. Dit redden we makkelijk. Gewoon eromheen varen. Hebben we onze guns ook geüpgraded. Dus we gaan gewoon het schip naar ons toe trekken. We nemen alle bonus loot nog eens extra mee. Want kijk, dit kunnen we nu allemaal nog meenemen. Al zit mijn schip wel bijna vol. En dan tegelijkertijd is die gezonken. En kunnen we die extra loot ook nog meenemen. Kijk. Zie je wel? Makkelijk. Alleen mijn schip zit wel echt bijna vol. Dus ik moet hem ook echt wel gaan legen. Wauw. Maar, heel erg bedankt allemaal voor het kijken. Heel erg bedankt allemaal voor de support. Ben je nu zelf ook geïnteresseerd in Skull & Bones? Check dan natuurlijk de link in de beschrijving of de link boven in de chat. Want op die manier word je doorverwezen. Kan je zelf de game uitchecken. En misschien zelfs de game kopen. De game is voor nu nog in early access. Als je nu wilt spelen, heb je een speciale editie nodig. Maar over 2 dagen kan iedereen met elke editie de game spelen. En dan kan je dus zelf ook losgaan als piraat zijnde. Arr. Dus heel erg bedankt voor het kijken. Heel erg bedankt voor de support. Thijs die vraagt nog wanneer weer een nieuwe Let's Play komt. Maar we hebben net een nieuwe puppy. Dus het is nu een beetje lastig om extra video's op te nemen. Maar als dat allemaal wat beter gaat en ze gedraagt zich ook wat meer, dan komen er weer nieuwe Let's Plays. Want ik heb echt wel leuke ideeën voor nieuwe, maar ook oude games. En ik heb er ook echt wel heel veel zin in. Dus we blijven nu gewoon doorgaan met alle video's op dit kanaal. Streams op dit kanaal. Wow, yo, wow, yay! Oh, je kan me helemaal niet aanvallen. Wat probeer je nou? Ik werd wel bang, maar wat probeer je nou, vriend? Liam is ook nog gewoon rustig aan het rondvaren. Dat vind ik wel mooi. Dus ja, weet je, jullie gaan het allemaal zien. Er blijven video's online komen. We gaan gewoon lekker door. Af en toe wat meer video's, af en toe wat minder video's. Af en toe die game, af en toe die game. Alles door elkaar, hoppatee. Er is genoeg om te spelen. En we gaan lekker door. Dus ik wil Ubisoft ook nog heel erg bedanken voor het sponsoren van deze stream. We hebben er echt wel van genoten. En voor de mensen die geïnteresseerd zijn in Skull & Bones, er komt vrijdag nog een video van de game online. Waar we gewoon nog met deze squad wat dieper erin duiken. Dus ja, dan kunnen jullie die natuurlijk nog vrijdag verwachten. Maar voor nu zeg ik, bedankt allemaal voor het kijken. Bedankt allemaal voor de support. Super awesome dat jullie ook allemaal bij waren. En hopelijk ook weer, zoals altijd, tot de volgende keer. Bye. En dan moet ik wel de goede scène vinden. Het eindscherm namelijk. Bye. Bye. Woo!